Yo, yo, yo. Het is zover. Maurice Steijn is eruit bij Ajax. En ja, dat is voor ons genoeg reden om live te gaan. Want wat is er allemaal aan de hand? Mislintat is al eerder dit seizoen weggedaan. Maurice Steijn na 11 wedstrijden met een puntengemiddelde van 0,91. Ajax op een 17e plek. Nicky Bartes en Neil Petersen. Ja. Tijd om live te gaan op deze maandagavond. Ja. Allereerst, hadden jullie het nog verwacht? Dat hij vandaag nog eruit zou gaan? Ja. Nee, want dat hadden we eigenlijk in de daily van vandaag. Dat zullen de mensen denk ik ook wel gezien en gehoord hebben. Hadden we het over dat het zeer waarschijnlijk over de wedstrijden van Brighton en PSV heen getild zou worden. Ja. Dus ja, eigenlijk zagen we dit niet meer aankomen. Maar ja, toch maar even met z'n allen snel het bankje opgedoken. Neil Petersen, rechtstreeks vanuit Abu Dhabi. Speciaal hiervoor ingevlogen. Vanuit UFC kom ja, jij. Ja. Je nou, krijgt het natuurlijk allemaal mee, toch? Het hele gekke is dat... het was natuurlijk UFC 294 voor de mensen afgelopen weken. Maar dat de Engelse collega's van TNT... Ik denk dat het dus... Nou, ik denk 20% van de tijd is het over Ajax gegaan. En hoe het in vredesnaam mogelijk is dat die club zo is afgegleden. Want ik zag een artikel volgens mij bij VI ook... dat er in het buitenland misschien nog wel veel meer ophef is over dit Ajax... dan in Nederland zelf. Mm-hmm. Maar het is ook historisch, toch? Wat er hier gebeurde dit seizoen. Ja, maar zij vragen echt, hoe kan dit... Hoe kan het echt dat Ajax zo is afgegleden? En ja, dan probeer je het een beetje uit te leggen. En eigenlijk kom je tot de conclusie. Ze hebben gewoon echt een hele slechte trainer aangesteld voor dit Ajax. En slechte aankopen. Ja, nou ja, ik ben niet zo negatief daarover. Nee. Ja. Even first call, Mike Verwij. Ja. Moet gezegd worden. Is belangrijk. Zeker. Hij had als eerste de melding dat Maurice Steijn ontslagen is. Ajax heeft het nog niet gemeld op de socials in ieder geval. Nieuw. Ja. Maurice Steijn is dus weg. Ja, kijk, het enige waar ik me echt... Of niet het enige, dat is niet waar. Ik heb me aan heel veel dingen geërgerd van Maurice Steijn... tijdens een trainersperiode bij Ajax. Mm-hmm. Is dat hij zei, ja, ik zie wel lichtpuntjes. Ik zie verbeteringen. Ja. Maar je doet dan echt oprecht... alsof je met een onder 17 voetbalt... die voor het eerst op voetbal zit. Ja, en je doet alsof iedereen om je heen helemaal gek is, toch? Want wij zitten met z'n allen zitten we ernaar te kijken. Ja, maar hoezo is dat een prestatie? Ik zie lichtpuntjes, ik zie verbeteringen. Ja. Hij heeft de afgelopen 2 weken, zei hij zelf, hè, toen hij zelf naar Ibiza is gegaan... Ja, we hadden er maar 2 spelers over, want de rest zijn allemaal internationals. Die zijn allemaal uitgevlogen. Als je international bent van een land, kan je over het algemeen best wel goed voetballen. Jij vindt het hem het zwaarst kwalijk aan? 100%. 100%. Nog veel meer dan Mislintat. Los van alle duistere zaakjes waar we ooit misschien nog wel iets meer over te horen krijgen. Maar het is niet zo'n slechte selectie als iedereen zegt dat het is. Dat denk ik ook niet. Ik ben het daar echt volledig mee eens. Ja. Ik ben heel erg benieuwd wat iedereen ook in de YouTube-chat vindt. Er wordt ook gezegd leuk dat ze een dresscode hebben. Ja, Niel is Grijs, toch, die van Niel is het meest kleurig, moeten we zeggen. Die heeft de meest kleurige trui nog aan. Ik kan wel mijn truitje zo even uittrekken. Maar misschien dat voor de meeste mensen niet heel prettig is. Ik denk niet per se dat daar iedereen... maar misschien ook even uitleggen. We gaan ook mensen proberen te bellen. Ja, zeker. Iedereen die wat met Ajax heeft. Ja. Misschien wat mensen die er nog wat korter op zitten. Misschien de mannen van de Pantelitsch podcast nog wel. Die zijn nu zelf ook aan het opnemen. Ja, want, dus die zullen ook een kleine breking erin gooien, denk ja, ik. Zeker. Die zijn ook zwaar aan het opnemen. Even het bericht van de Telegraaf. Die meldde de Hagenaar, Maurice Steijn dus, kreeg ondanks de slechtste competitiestart in de clubhistorie lang vertrouwen, omdat hij door de met pek en veren weggestuurde directeur voetbalzaken, Sven Mislintat, met een voor Ajax begrippen waardeloze selectie werd opgezadeld. Toch kwamen Steijn en Ajax overeen dat het voor beide partijen beter was om uit elkaar te gaan. De conclusie is ook met de middelmatige en zwakke spelers die Mislintat aantrok. Het wordt toch elke keer gezegd door Mike Verwij in ieder geval. Had de voormalig coach van VVV, NAC en Sparta beter moeten presteren. Hij slaagde er niet in om zijn spelers mee te krijgen in zijn speelwijze. Is dat een conclusie die we kunnen trekken? Of... was het helemaal geen goed idee, zijn speelwijze? Ik denk dat was er een speelwijze te zien? Heeft hij een duidelijke visie voor jullie, voor jou als Ajax-ziet? Ik denk wel dat hij een duidelijke visie had. Alleen, wat ik volgens mij ook al wel een aantal keer aangegeven heb... ik denk dat die visie van geen kant klopte. En dat het heel slecht was. En dat de manier... Hij gaf aan dat hij van tevoren al, zeg maar vanaf het begin... Dat hij aanvallend voetbal zou kunnen spelen... en dat hij het Ajax-voetbal wel machtig was... ondanks dat hij niet de achtergrond had. Mm-hmm. Dat hij dat allemaal kon. En dat heeft hij heel erg geprobeerd te doen... denk ik, gewoon op basis van wat hij kende... en wat hij hoorde van mensen, wat het Ajax-voetbal is. En dat heeft hij geprobeerd. Maar het is niet zijn eigen, manier van voetballen. Dus het klopte van geen kant wat hij wilde. En daar bleef hij wel in volharden, omdat hij... Ja, omdat het niet zijn eigen manier van voetbal is, kan hij het niet on the fly aanpassen.
als het net even niet loopt. Dus hij doet een kunstje, voert hij uit. En als het kunstje niet werkt, dan houdt het op, zeg maar. Dat gevoel kreeg ik erbij. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus jij zegt van hij heeft bij Sparta en bij VVV onder andere laten zien dat een met een stabiele ploeg die verdedigend in elkaar zit, dat dat zijn manier van werken is. Precies. En hij maar dat is toch juist helemaal niet te zien bij Ajax? Of zeg je van, nee, wordt maar iets hij probeert, ja, hij probeert dus dat niet te doen, maar hij probeert het Ajax voetbal te doen zoals die bij wijze van spreken in een boek Ajax voor Dummies zeg maar gezien heeft en dat gelezen heeft en dat probeert hij uit te voeren. Nou, dat komt er niet helemaal uit zoals het in dat handboekje staat, zeg maar, wat hij van tevoren voor zichzelf gemaakt had of wat dan ook. Mm-hmm. En hij kan daar niet van afwijken, omdat hij het gewoon niet goed genoeg begrijpt. Dus kan hij niet zelf iets anders bedenken dan alleen datgene wat hij van tevoren in zijn hoofd had. Eerste geruchten, persbericht komt zo van Ajax, Maduro neemt het over. Ja, want dat is de vraag van Branko. Maar persbericht komt er binnen een paar minuten uit. Gaan we in de gaten houden. Ja. Die krijgen wij ook allemaal binnen. Dus daar zullen we jullie van op de hoogte houden. Vraag van Branko uit de YouTube-chat. We hebben allemaal een hoge pet op van Maduro en Bakati. Zij hebben hier toch ook een aandeel in. En wat doen ze daarmee? Dat sluit denk ik heel goed aan op het, wat jij zegt van de geruchten dat Maduro het overneemt. Ja. Nou, is dat dan een logische stap? Nou ja, kijk, jullie, ik heb me zeer vermaakt met de daily over, dat was vorige week maandag, over de mental coach van Almere City. Mm. En als je dat goed naar haar luisterde, Annemiek Zijveld, ja, dan zat zij wel op één lijn met Hedwigs Maduro. Ja, vond je dat? Nou ja, in ieder geval, ze zei, ik heb nog heel veel contact met hem. Ja. Ja, je brengt hem sowieso in, weet je, in een bepaalde positie. En wij kennen Hedwiges trouwens wel goed. We hebben Hedwiges hier niet over gesproken. Maar ik kan me niet voorstellen dat Hedwiges daar, met hoeveel voetbalinhoudelijke kennis hij heeft, dat hij nooit op de bank heeft gezeten van, wat gebeurt hier? Ja, maar, en toch? Dan toch vind ik het ook heel gek dat hij blijkbaar het niet voor elkaar heeft, tenminste. Je zou er misschien toch ook wel van hem meer mogen verwachten, dat hij zich misschien iets meer op de voorgrond laat zien. Dat hij zich iets meer ermee bezig is. Maduro. Ja, maar dan moet je wel kunnen. Om dit bij te sturen. Ja, maar dan moet je wel de ruimte voor krijgen. Ja. Ja. Ik vond wat zij zei ging toch wel over de staf. Ik vond het ook een beetje kwalijk. Ik dacht van ja, dit lijkt ook wel over Maduro te gaan. Dat zij hem ook aanpakte, vond je? Of denken jullie nou van? Nou ja, zo bracht ze het wel. Vond ik ook. Alsof ze de hele staf erbij betrok. Ja, en het hele gek is natuurlijk, dit speelde denk ik al een maand, toch? Het is toch, ja, ik ben wel benieuwd. Misschien komen we daar zo meteen achter waarom het nu naar buiten is gekomen. Dus niet gisteren gelijk naar de wedstrijd. Ja. Want ja, wat is er nu in 24 uur anders, toch? Zeker, ja. Dus, geen idee. Het enige wat ik kan bedenken is de onderhandeling. Ja, dat ze gekeken hebben of we er met elkaar uit kunnen komen. Ja. Want hem eruit gooien zou volgens mij 3 miljoen moeten kosten. Dus daar kan je lekker huisje van kopen, hoor. Of maar dat heeft hij dus al, dat hoeft hij niet. Nou ja, uitbreiden. Nee, ja, kijk. En wat ik wel oprecht meen, is dat dit het allerbeste nieuws is wat Ajax had kunnen overkomen. Alleen dat is een beetje te laat, gezien de laatste weken. Ja. Het kan niet veel slechter dan nu. En nee. Weet je, en ik vind het ook heel pijnlijk om te lezen. Weet je, hoe spelers kapot worden gemaakt in de media, dat ze met de pet naar gegooid hebben. Ik denk dat er best wel wat spelers bij Ajax zich echt hebben afgevraagd, wat hebben wij in vredesnaam de afgelopen maanden meegemaakt? Ja. Wat staat er opeens voor de groep? Ja, ja, ik vraag me dat ook af. En, je ziet het toch aan lichaamshouding van sommige jongens, die kunnen het gewoon heel slecht verbergen. Of de interviews die we hebben gezien met Berghuis, met Bergwijn. Na afloop werd gevraagd over die situatie van de trainer. En dat zij echt tot 10 moesten tellen en dat zeggen, ja, hier kan ik echt niks over zeggen. En ja, weet je, daar moet je bij iemand anders zijn. Ze zijn er nooit vol achter gaan staan. Nee. Nee, ja. Dat zegt toch gewoon heel veel? Eigenlijk zegt dat inderdaad een hele hoop. En ik denk ook dat, hoe zeg je dat? Dat je dat ook terugziet in die nieuwe jongens, zoals bijvoorbeeld een Sutelo, die heel veel over zich heen gekregen heeft en ook een hele hoop dingen niet goed gedaan heeft. Maar die komt daar binnen en die wordt dan bij Ajax gehaald, bij een grote club gehaald, heeft daar heel veel zin in. En die komt dan op de training en die krijgt waarschijnlijk het gevoel alsof die weer 10, 15 jaar terug in de tijd is en als e-pupil in de rondte loopt ergens en dat hij op die manier benaderd wordt. Ja, ik snap ook dat je daar eigenlijk helemaal van slag van raakt en dat je dan niet je beste wedstrijden kan spelen en niet lekker kan aarden. Als je daar binnenkomt en je trainer zit er goed kort op en die geeft fantastische trainingen, je bent met elkaar bezig, in die groep zit het goed, energie zit er vol in, ja, dan word je daar ook in meegezogen. Maar als iedereen daar al zoiets heeft van, what the fuck zijn we hier eigenlijk aan het doen met z'n allen? Ja, en de voetbalprofessor van Nederland, Pieter Zwart, omschreef het gisteren heel mooi in de wedstrijd tegen Utrecht over waar je een Sosa bijvoorbeeld wel moet aanspelen en wat er dan wel uit kan komen.
Want daarbij heb ik me echt aan geërgerd de afgelopen weken. De verhalen in diverse media. Dat we echt een stel amateurs hebben toegevoegd bij Ajax. Maar dit zijn gewoon echt jongens die... Ja, het zijn goede spelers. Ja, maar kijk, en ik snap dat je misschien, weet je, als je iemand uit Ligue 2 haalt of uit de Championship, dat je daar nog iets over kan zeggen. Dat snap ik. Mm-hmm. Maar er zijn echt, als je gewoon een... Nou, kijk, Roelie is vroeg weggevallen. Dat valt niet meer. Maar dan heb je Gorter. Nou, Rens is misschien niet de allerbeste rechtsback uit de geschiedenis. Maar dan heb je centraal Sutalo en Hato. Nou, op links Sosa. Volgens mij... Ja, ik best denk, goed. Ja. Het middenveld, heb je volgens mij genoeg keuzes? Ja, het middenveld vind ik wel... Middenveld is wel het zorgkindje van het elftal. Dat niet in verhouding is. Ja, maar ik bedoel nu niet op Europees topniveau of tegen PSV, maar ik bedoel tegen Fortuna. Nummer 17 van de Eredivisie is schandalig. Ja. Dan haal je niet het maximaal. Of dan haal je niet eens minimaal. Al die wisselingen in binnen de ploeg. Eens. Ja. Het persbericht is er inderdaad. Hedwigs Maduro neemt het voor de komende tijd over... Maurice heeft, dat zegt Jan van Halst allemaal, Maurice Stijn heeft ook aangegeven dat hij zelf zijn zorg heeft geuit of hij wel de juiste man was op dit moment. Dus dat heeft Maurice Stijn vandaag in het gesprek aangegeven. Ik zie overigens net dat Maurice Stijn op dezelfde dag jarig is als ik. Gefeliciteerd. Nou, dat is een overeenkomst. ze hebben vanochtend gezeten, vanmiddag hebben ze dat afgemaakt en Maurice Stijn geeft aan dat dit het beste is voor Ajax, ondanks dat hij het zelf heel erg jammer vindt. Het is mij niet gelukt om Ajax terug te brengen naar de plek waar het hoort. En ik wil de supporters bedanken. Ja, voor wat? Nou, dat ze hem toch nog best wel lang gesteund hebben, toch? Ja, er is niet per se onder alle supporters toch altijd zo negatief. Nee, Mies liet zeker, dat zonder veel slechter. Niet. Nee, ja, ik heb ik denk van de laatste... Ja, jij hebt op de Eredivisie gezeten zelf. Ja, vertel eens daarover. Ja. Wat? Nee, daar kan ik helaas op dit moment nog niks over zeggen. Pas als het echt definitief is, kan ik daar iets meer over zeggen. Maar... Maar het is niet... Kijk, Mislint dat is gewoon... En dat denk ik echt door uiteindelijk wat die... Hè, met het databedrijf en alles... Dat is uiteindelijk de bekende druppel geweest. Mm-hmm. Maar het is niet dat mensen... Ik heb nog nooit een Ajax-supporter gesproken van... Goh, wat ben ik blij met Stijn hier voor de groep staat. Goh, wat ben ik blij wat Stijn nu met Ajax laat zien. Ik heb echt... Maar dat is misschien mijn kring. Blij, maar mijn kring heeft er nog nooit iemand gezegd... Geef Stijn nog meer de tijd. Ik heb echt van heel veel mensen gehoord om mij heen... dat ze Stijn er niet uit zouden gooien... omdat het met name aan de spelers ligt... en dat het toch niet zou veranderen als Stijn er naar uitgaat... of dat iemand anders... Maar wie zegt... Gaat. Hoe kan je dat nou zeggen over die spelers die net een maand binnen zijn? Ja. Dat is toch super raar? Is ook super raar. Ja. En zeker ook als je weet hoe bepaalde spelers wat hun kwaliteiten zijn. We halen net het voorbeeld van Sosa aan. Je weet waar hij goed in is. Dat hij een aanvallende linksback is. Ja. Met name nog in een echt als vleugelback in dat soort systemen speelt. Die jarenlang in de toplijstje staat van assistgevers in de Bundesliga. En die ga je als lage linksback inzetten. Die niet eigenlijk van zijn eigen helft af mag. Dan kan je zo'n jongen toch niet beoordelen of die goed of slecht is. Ja, ik had op het laatst ook wel eigenlijk het idee dat je best wel een wanhopige Stijn zag. Ook in de keuzes die hij maakt en niet meer per se logisch. Ik kan me namelijk voorstellen dat als je zo'n wedstrijd speelt, bijvoorbeeld als tegen Feyenoord, maar ook andere wedstrijden, dat allebei je back staan, dat je dan denkt, hey, daar zit het probleem. Ja. Andersom kan je natuurlijk ook zeggen, allebei je backs weg is geen probleem, als dan maar twee van je middenvelders blijven hangen. Ja. Dus die onderlinge communicatie, de afspraak binnen het elftal, dat werkte volgens mij niet meer. Nee. En dat kan je hem zeker kwalijk nemen, dat vind ik absoluut. Ja. En ook, als je nog verder gaat kijken, het laten renderen van spelers, precies wat jij zegt bij Sosa. Dat heb je natuurlijk bij andere spelers ook. Tahirovic kan natuurlijk wel voetballen, dat zien we allemaal. Dat zag je in het begin van het seizoen in de voorbereiding. Ja. Kwam dat er alleen echt terugverdedigen uit. Is niet zijn sterkste punt. Nee. En dat daarom, net toen we het over het middenveld hadden, vind ik wel dat je misschien dat kwalijk kan nemen dat als jouw drie belangrijkste middenvelders voor die 6 en die 8 positie, als dat Tahirovic, Van de Bomen en Kenneth Taylor zijn. Ja, dan Manswerker is daar natuurlijk bijgekomen, die we dat eigenlijk maar heel kort gezien hebben. Die zijn natuurlijk wel mensen, als mensen vragen. Ik ben even mensen aan het benaderen die me in kunnen bellen. Dus, We gaan zo ook bellen met Thijs Zwageman van de Pantelitsch podcast. Leuk. Die weet zeker wel de boel te duiden. Dat denk ik ook. Zin in. Ondertussen zit ik ook even te kijken naar de YouTube chat. Maduro neemt het nu tijdelijk over.
zijn er überhaupt lange termijn opties? En moeten we dan naar Nederlanders kijken of naar buitenlandse trainers? Je gaat natuurlijk al heel snel ga je uitkomen bij wat... het klinkt heel onherbiedig, maar laaghangend fruit. Dus mensen die al heel dicht rondom Ajax zitten of zelfs al bij Ajax zijn. Zoals een John van het Schip bijvoorbeeld. Die is nu sinds kort natuurlijk al bij Ajax erbij gehaald. We weten nog niet zo goed wat hij precies gaat doen en of die al aan het werken is. Hij heeft natuurlijk zijn vrouw verloren. Ja. Wat heel tragisch is. Maar dat zou iemand kunnen zijn die het, zeg maar, over zou kunnen nemen. Of je komt al gauw bij een wat ervarenere naam in Nederland. Ik zou... Maar wie dan? Als je ervarenere naam zegt? Dat zouden dan bijvoorbeeld de Henk ten Katers van deze wereld zouden dat moeten zijn. Even om op namen in te gaan. Wij hebben het vanmiddag met Lars in onze dagelijkse podcast, de FC Afkik Daily, hebben het gehad over Henk ten Katen. Toen gaf Lars ook aan van ik heb hem laatst nog gezien bij opnames van een podcast. Ja. De man is 3 keer geopereerd aan zijn heup. Loopt niet super makkelijk. Is dat iemand die opeens weer uit het niets... Zomaar een groep kan trainen. Ja. Dat zijn dingen die je natuurlijk wel af moet vragen. Hebben we natuurlijk ook gezien dat Louis van Gaal niet in zijn beste gezondheid ook het Nederlands elftal gedaan heeft. Dus daar zijn denk ik echt wel mogelijkheden toe. Maar ik vraag me af of dat überhaupt wel de keuze is die je moet maken. Aan de andere kant is, denk ik, voordat we op namen ingaan, moet je er denk ik eerst naar gaan kijken, wat willen we? Maduro gaat het nu overnemen voor denk ik de komende paar wedstrijden. Mm-hmm. Maar daarna moet er al vrij snel moet er een trainer voor de groep staan. Wil je daar meteen iemand hebben waarvan je zegt, daar gaan we kijken of we daar de lange termijn mee kunnen doen? Want er komt ook een winterwindow aan. Willen we daarna gaan kijken? Of zetten we nu iemand neer die misschien het seizoen afmaakt en gaan we vanaf dan naar een goede vervanger kijken? Welke rol gaat Alex Kroes spelen in het aanstellen van de trainer? We hebben net gehoord dat Marijn Beuker... Dat in principe rond is. Alleen moet die afkoopsom... Mm-hmm. Tenminste, dat zeg ik nu een beetje voorbarig misschien, maar volgens mij is dat wel hoe het zit. Dat die afkoopsom afbetaald moet worden. Welke rol gaat hij daarin spelen? Dat zijn allemaal vraagtekens nog die wij niet weten. En die heb je wel, denk ik, nodig om dit goed in te gaan vullen. Neil, hoe zie jij dat? Want je hebt nu de situatie... Als het goed is, komt binnen nu een enkele seconde onze eerste... Komt hij daar binnen dan? De mensen zien hem gewoon in beeld. Ja, oké, dat is top. Okay. Maar even, hoe zie jij dat? Want nu heb je 2 wedstrijden, Brighton en PSV, wat echt zware tegenstanders zijn. Ja. Ik denk dat Maduro die sowieso gaat doen. Ik denk niet dat je op zo'n korte termijn aan een trainer kan komen, die niet al intern is. Wat doe je daarna? Ga je voor het seizoen afmaken met, noem een naam, of ga je nu al met een nieuwe trainer? Ja, dat zouden Albert Stuyvenbergs en zo en dat soort gasten die genoemd worden. Het is echt, omdat die hele club staat natuurlijk in de hands. Ik denk dat Alex Kroes met Marijn Beuker, met Louis van Gaal, met natuurlijk Danny Blind, die moet officieel FC nog natuurlijk toetreden, dat die een langetermijnvisie gaan uitschrijven en daar gaan ze zich aan houden. En wie de pop. Maar dat uitschrijven, dat is niet gebeurd nog voordat de wedstrijd tegen PSV geweest is. Deze week is niet klaar. Deze week, maar dat heeft ook helemaal geen zin om nu iemand... Moet Maduro het dan afmaken tot aan de winterstop of het hele seizoen afmaken? Eens, ik ga heel even aan onze technicus vragen waarom het niet werkt. Dat is goed. Wat zei jij? Ik vroeg aan Neil van die lange termijn visie moet dus geschreven worden. Maar hoe gaat dat dan, zeg maar, dat schrijf je niet in een week? Nee, maar dat is het hele ding. Dit seizoen moet afgemaakt worden. Ja. En je zit echt in een crisis. En dat is voor iedereen duidelijk. Maar dit seizoen ga je niet heel snel orde op zaken stellen voor de lange termijn. Nee. Dus dit seizoen is denk ik het beste ervan maken. Proberen uit te zingen. Proberen op een goede manier af te ronden. Dus dat betekent... Play-offs Europees voetbal misschien halen? Dat betekent halen. Heel pijnlijk linker rijtje halen. Ja. Je zit en dan nog in de van beker. Het volgende seizoen weer gaan... je zit nog in de beker. Ja, wat? Weg je zit nog... Nee, maar in Europa heb je 2 gespeeld, 2. Ja. Dat is hoopvol, vind jij? Nee, maar er zit nog... Kijk, kampioen ga je niet meer worden. Maar play-offs, de beker winnen, nog misschien ver komen in Europa. Maar jij denkt dat er... Maar dan moet je nu een resultaat halen tegen Brighton donderdag. Ja. Anders gaat dat hem sowieso niet meer worden. Nee, met die hele groep die zo ontzettend uitgekleed erin heeft. Ja. Ik vraag me dat af. Ik denk niet dat iemand anders dat zo snel gaat kunnen fixen. En Maduro zeker niet, want die zit al in die staf.
Ja. Ik zie daar ook geen ommekeer in komen, eerlijk gezegd. Nee, ik ook niet. Ik denk echt dat dit, zeg maar, overleven is totdat, totdat de nieuwe persoon gevonden is. Ja, ik vond het nog wel grappig in de YouTube-chat. Zei iemand van Bakatti heeft het nu voor elkaar gekregen om onder de slechtste trainer assistent te zijn bij Feyenoord. Was Jaap en bij Stam, Ajax. Ja, bij Stam, zowel onder Jaap Stam als onder Maurie Steijnen assistent. Ja. Dus eigenlijk zeg je, als je Saïd Bakatti binnenhaalt... Ja, ik zeg niet dat... Dan heb je een schopper op de training erbij. Ja. Er is geen kausaal verband, maar er is wel correlatie. Zou ik toch willen zeggen. Kijk. Het is geen lucky charm. Ondertussen, we hebben onze eerste gast bijna binnen. Oud FC Afkikken, tegenwoordig een van de ESPN-legendes. Voetballer van LSVV 70. En volgens mij die iemand die het nog best wel redelijk positief had over sprak over Stijn afgelopen weekend. Hij was niet heel negatief. Het zou natuurlijk mooi zijn als hij dan nu in de uitzending... Ja, ik ben er toch? Ja, daar Kees, is hij. Daar is Dag Kees Kwakman. Dag Kees, goedenavond. Ja, dat positief is dat hem in dat ik vond dat ze goed terugkwamen en zichzelf niet zoveel weggaven. Ja. Ja, toch? Ja, als je dat positief noemt. Als dat dan positief is bij Ajax. Ja, maar goed. Fresia vroeg mij inderdaad na afloop. Was er nog iets positiefs te melden. En toen kwam ik inderdaad tot... Ze kwamen goed terug. Wat ik me wel kan voorstellen. Dat als je in zo'n situatie zit. 2-0 achter, meteen naar rust. Dat de kopjes dan gaan hangen. En dat het nog groter wordt. Dat had ik me kunnen voorstellen. Maar dat gebeurde niet. En uiteindelijk gaven ze de eerste helft niet zo heel veel weg. Wat in de vorige wedstrijden wel vaak gebeurde. Ja, kijk, weet je wat mij een beetje opgevallen is, Kees? Dat Stijn steeds aangaf van dat hij verbeterpunten zag en dat soort dingen. Alsof hij met een kleuterklas weet je, naar een pretpark ging en dat ze elkaar na vijf minuten elkaar niet kwijt waren geraakt. Ja, dus zo'n gevoel had ik. Maar je hebt gewoon bijna allemaal internationals in het veld staan. Best wel jongens met best wel potentie of jongens die het al hebben laten zien. Los van de jongens die er al zaten. Dan is dat toch heel gek dat je dan jezelf een beetje op de borst klopt. En dat je ziet, ja, ik zie verbeterpunten. Nou, ik denk dat hij vooral gewoon heel positief bleef. Dat heeft hij natuurlijk die eerste uitwedstrijd bij Twente uit. Op die tweede was hij vrij negatief. Ook richting zijn spelers. Dat is hem waarschijnlijk niet in dank afgenomen. Waardoor hij waarschijnlijk dacht, nou, ook om mijn gevoel bij de spelers... En om mijn krediet daar niet af te laten brokkelen, laat ik gewoon in de media positief blijven. En zeggen dat ik lichtpuntjes zie. Maar gewoon in de basisdingen zag je gewoon weinig lichtpuntjes. Dus met betrekking, nou wat ik zeg, de eerste helft speelden ze wat dichter bij elkaar. Dus dat was misschien wat beter verzorgd. Maar het was wel heel pover, de verbeteringen die je zag. En zeker als het dan tweede helft vorderde, zag je dat het al verder uit elkaar viel. Jongens ontwikkelden zich ook niet, ook persoonlijk niet. En dan nog eens de resultaten die tegenvielen. En je zag ook gewoon, je ziet ook bij sommige spelers wel dat je denkt, nou, hè, hoe graag willen die nog? Dat was gisteren ook wel bij een aantal spelers te zien. En dat vind ik dan vooral ook kwalijk richting de spelers. Maar goed, ik heb het zelf ook meegemaakt. Ja, maar Kees, maar kijk, kwalijk voor de spelers. Maar jij hebt zelf ook in zo'n situatie gezeten. Dat je op een gegeven moment je afvraagt... wat gebeurt hier eigenlijk met mij? Ik speel bij een van de beste clubs van Nederland... en ik sta nu 17e. En het lijkt helemaal nergens op wat wij nu laten zien. Zeker, dat is ook zo. Maar ook daar ben je prof voor. Ja. En de ene speler komt daar meer... heeft daar meer mee te maken dan een ander. En zeker als je bij Ajax speelt, heb je er niet zo vaak mee te maken. Zowel in de jeugd niet, als al helemaal niet bij het eerste. En bij clubs waar ik heb gespeeld, of bij lagere clubs, dan heb je dat misschien wat vaker. Dat je wel eens in een situatie komt dat het niet draait, of dat een trainer niet helemaal top is. En bij Ajax zijn ze dat gewoon niet gewend. En dat zie je, dat stralen sommige spelers ook af. Dat ze denken, ja, precies zoals jij het zegt. Ja, 17e, en wat is dit nou en wat gebeurt hier nou? Maar ja, dat hoort er ook soms bij. Hè? Dat betekent niet dat je gewoon je man uit je rug kan laten lopen elke wedstrijd. Kees, denk jij ook, hoe voelt dit voor spelers? Is dat dan morgen op de training, is dat dan echt een opluchting? Of voel je dan bevrijd of anders? Of misschien juist negatief dat er nu ook weer een ontslag volgt? Wat denk jij? Nou, uiteindelijk, Stijn zal morgen afscheid nemen. Of heeft hij dat vandaag al gedaan? Ik had het nieuwsbericht nog niet helemaal... Weet ik niet. Ze hebben vanochtend en vanmiddag een gesprek gehad. Stel dat doet hij morgen, dan is dat altijd een vervelende situatie. Want heel ongemakkelijk ook altijd. De trainer die daar komt, doet nog even een kort woordje. Geeft iedereen een hand. Spreekt nog met wat mensen.
Dan blijft die sfeer redelijk sober die dag. Ondanks dat je dan daarna met de assistent het veld op gaat. En Ajax zal ook niet zoveel doen. Misschien zijn ze wel vrij morgen, kan ook nog. Ja, dan daarna gaat het toch wel weer snel. Weet je, dat is vaak, denk je dan, ja, oké, de trainer is nu weg. Oké, mooi. Even, nu gaat het alleen maar beter. Ja, en dan is maar de vraag welke trainer er daarna komt. En dan kan het zomaar eens in hetzelfde, dat je een beetje op dezelfde manier verder gaat. Al schat ik dat bij Ajax natuurlijk niet zo in. Ik denk dat daar wel uiteindelijk natuurlijk een trainer voor de groep, tenminste, komt te staan die echt wel wat teweeg kan brengen. Maar de vraag is of ze dan voor een interim gaan. Of wat voor zou jij doen? Nou ja, wat ligt er voor handen nu? Dat is Maduro natuurlijk vooral de vraag. Maduro gaat het natuurlijk de eerste twee wedstrijden sowieso nog doen. Ja. Ja, het is ook best nog wel vroeg, hè, eigenlijk. Je bent pas 8, nou ja, eigenlijk 7 wedstrijden onderweg. Ik ken de trainersmarkt niet zo goed als dat ik nu zeg, nou, dan loopt in Nederland dus een hele interessante trainer, weet ik veel, bij België of noem maar wat, ergens. Zou je per definitie een buitenlandse trainer uitsluiten? Ja, sorry, dat woord zocht ik heel moest. Dat zou ik echt niet uitsluiten. Ik vind dat eerlijk gezegd ook echt onzin. Weet je, wij denken dan ook echt wel dat we het in Nederland ook echt helemaal hebben uitgevonden zelf. dat er dan dus geen buitenlandse trainer blijkbaar bij Ajax of bij een topclub dat zou kunnen doen. Nee, ik denk wel dat door Mislintat, die dan wordt gezien als een experiment met een buitenlandse, laten we dan zeggen, beleidsmaker, dat wel veel kapot heeft gemaakt bij de voetbalfan over het algemeen. Denk je niet? Zeker, met name met die aankopen die natuurlijk veelal buitenland zijn. En natuurlijk gaat Ajax, of willen ze het liefst een Nederlandse coach, die misschien wel een Ajax verleden heeft en die het Ajax voetbal wil terugbrengen. Nou, natuurlijk willen ze dat. En natuurlijk snap ik ook dat je dat graag wil. Maar ja, die situatie is denk ik nu niet. Die is er nu niet om even te zeggen van, nou, we hebben de trainers even voor het uitkiezen. Want die moeten maar vrij zijn, die moeten maar willen. En zoveel Nederlandse trainers, laten we eerlijk zijn, zijn er toch ook niet waarvan je denkt van, nou, die kan het wel eens worden. Arne Slot. Mis ik er een paar. Nou, ze hadden er afgelopen zomer kunnen pakken, maar goed, dat was Peter Bos. Kees. Dus dan kom je toch ook wel bij een buitenlandse trainer uit. Dat kan dan bijna niet anders. Ja, en ik weet niet hoe goed hij erop staat in Amsterdam. Ik hoorde van de week Giovanni van Bronckhorst. Ja, nou ja, goed, dat kan ik me haast niet voorstellen. Hij heeft samengespeeld met Kroes, hè? Vandaar werd het ook genoemd. Oh. Ja. Maar goed, Kees, even iets heel anders. Ik denk niet dat je het mee hebt gekregen. Ik zat van het begin van de show te vertellen dat ik afgelopen weekend was ik met Engelse collega's bij de UFC. En die, how can I make this about me? Nee. Maar, en dat zij echt eigenlijk nog veel vreemder vonden dan eigenlijk hoe wij in Nederland naar kijken, wat er met Ajax is gebeurd, de 17e plek, ga zo maar door. Dat we in Nederland nog wel vrij mild zijn geweest voor Maurice Stijn. Hoe kijk jij naar? Als je kijkt gewoon naar het algemene sportmedialandschap, hè? Misschien wel. Er waren natuurlijk ook wel verzachtende omstandigheden. Zoals? Dat er twee wedstrijden niet zijn gespeeld. Dat zat ook niet echt lekker. Dat, ook dat niet is echt in zijn voordeel geweest. Heeft hij twee keer niet verloren? Eentje bijna gewonnen. Eén keer stond hij voor tegen met nog 5 minuten. En eentje tegen de ploeg die nog lager staat. Dus dat zat niet mee. En natuurlijk gewoon het hele verhaal Mislintat. Ja, we hoeven dat niet weer allemaal op te noemen. Dat heeft natuurlijk ook niet in zijn voordeel gewerkt. En dan met name ook de samenwerking die niet echt lekker verliep. Met de spelers die hij wel wilde, die hij niet wilde. Die niet zijn gekomen. Die wel zijn gekomen. Dus daar zijn echt wel verzachtende omstandigheden. Natuurlijk, de jongens die zijn weggegaan. Ja. Ook niet te vergeten. Er zijn natuurlijk ook echt wel wat kwaliteitsjongens vertrokken bij Ajax. Absoluut. Dus het zijn denk ik allemaal terechte verzachtende omstandigheden die genoemd moeten worden. Maar je moet ook zeker gewoon benoemen wat je uiteindelijk op het veld ziet. Ja. En dat, ja, volgens mij hebben we dat in onze analyses echt wel een aantal keren gedaan, waarin we gewoon verbaasd waren hoe slecht Ajax speelde individueel, maar ook als team. Het is niet aan mij om te roepen, Maurie Stijn moet ontslagen worden. Nee. Weet je, ik laat zien gisteren in de rust wat ik van het elftal zie of wat ik mis en wat ik daaraan
Ik noem daarbij ook dat ze volgens mij geholpen moeten worden door de kant. En dat kan je dan al zien als kritiek op de staf. Zeker. En dat is mijn taak. Maar het is niet mijn taak. Ik ben ook bij de media om te roepen. Ja, maar Mauri Steijn die moet er echt uit. Dat kan zo echt niet langer. Nee, ik benoem alleen wat hij gewoon... Maar eigenlijk, Kees, wat je wel zegt, het kan eigenlijk niet zo dat Ajax, een absolute topclub in Nederland, zo voetbalt. Nee, natuurlijk kan dat niet. Nee, en dus daar is uiteindelijk de trainer verantwoordelijk voor, of de staf, of hoe je het ook wilt benoemen. En dus zo simpel is het. En dat was ook gisteren de eerste helft. En dat was ook tegen Athene zo. En ja, waarin hij dan toch na AEK Athene zegt dat hij best wel tevreden was. En dat is dan denk ik toch maar gewoon om die boel ook bij elkaar te houden. En dan hoop je vooral dat die intern, dat het daar wel een beetje knettert af en toe. Als je tegen Athene, wat ook geen wereldploeg was, 28 doelpogingen weggeeft. Ja. Dus ja, maar goed, het blijft altijd, het is ook altijd vervelend. Hè? En Kenneth zei het volgens mij gisteren bij, dit was het weekend. Ja, ook wij als analisten hopen ook op een gegeven moment dat het weer een beetje beter gaat met een bepaalde club, want anders ben je ook continu negatief. Ja. Dat is natuurlijk ook niet leuk. We hebben het al 30 delies over Steijn, inderdaad. Ik ben het volledig met je eens. Sorry? Ja. Nee, je hebt het helemaal eens, toch? Ja, ja, wij toch? Hebben het ook en al 30 nu is het dan Ajax. Over. Weet je, ik bedoel, het is ook wel eens Feyenoord geweest in die tijd. Weet je, dat ze een mindere periode, of noem maar een club. Volendam vorig jaar voor de winter, die onderaan stond. Ja, moest je ook elke keer... weet je, dat is ook, voor ons is dat niet heel leuk of zo. Ik laat liever mooie beelden zien. Ja, natuurlijk. Dat blijft toch ook gewoon vervelend, omdat je ook gewoon met mensen te maken hebt. Maar even in perspectief plaatsen, Kees. Je doet dit werk nu al voor mij 7 jaar. Dit is toch misschien wel het meest bizarre wat je ooit hebt gezien, toch? Ja, dit is natuurlijk, dit is ongelooflijk. De kans dat ze dus gewoon zondag onderaan staan. Daar gaat het wel volgens mij echt veel te weinig over Nederland. Ja, nee, helemaal met je eens. Ja. Helemaal met je eens. Dat die verzachtende omstandigheden van die twee wedstrijden natuurlijk zijn. Ja, weet maar ze hebben niet alleen maar tegen topclubs gespeeld, Kees. Nee, zeker niet. Daar gaat het mij om. Dat je van Feyenoord nu verliest, die kampioen is, met de beste trainer van Nederland, dat snap ik echt wel. Maar, kom op. Maar goed. Nee, dat klopt. Je moet gewoon de conclusie trekken dat Steijn het gewoon niet voor elkaar heeft gekregen om dit elftal te verbeteren. Individueel niet. En ook als elftal niet. En ja, dat heeft hij gewoon niet voor elkaar gekregen. Met alle problemen van dien. En dat moeten we ook zeggen. En dat hebben we ook gezegd. Maar alsnog kan je met dit elftal 17e staan. Dat kan gewoon niet. En ja, die conclusie is nou uiteindelijk ook, denk ik, terecht getrokken. Want je moet ook kijken naar een, zoals gisteren ook, moet je ook kijken van, gaat dit nou nog beter worden? Zo is het. En ik denk dat je dan eerlijk moet zijn om de conclusie te trekken. Ja, dit gaat toch eigenlijk niet meer beter worden. Ook als je dat elftal dan uiteindelijk zag. Dan moet je gewoon eerlijk zijn tegenover elkaar. Is ook zo, Kees. In ieder geval, dank voor je eerste reactie. Ga lekker eten. Ja. Of heb je al gegeten? Ik had net gegeten. Ik was net al gebeld door om hun bed te om vanavond te... Kijk eens. Halen wij even jouw grote vriend erbij, Kees. En dan bellen je later misschien nog even. Dankjewel, Kees. Yo. Hoi. En dan gaan we door naar een van de grootste fans van Maurice Steijn, denk ik toch wel. Vertel. Ik weet niet of we hem nu al in beeld zien. Of dat we hem al horen. Andy van der Meijden, goedenavond. Hey jongens. Hallo. Je moet wel even vertellen wat je net aan het doen was, hè? Want je zit dan nu wel naar mij te whatsappen. Wil ik dat weten, Andy? Wat jij aan het doen was? Ik had net scheiden, man. Wel jullie niet. Zoals niet. Moest je aan Maurice Steijn denken of... Ik moest aan Ajax denken. Ja, dat geloof ik graag, ja. Aan de RVC, aan het bestuur. Die alles maar hebben laten gebeuren. Al 2 seizoenen achter elkaar. Kijk. Heel snel hun spullen pakken en oprotten uit Amsterdam. Zo. Nou, dat is duidelijke taal. Ik ben er ook helemaal klaar mee. Want het is allemaal maar... die krijgt de schuld en die. Heb je de selectie gezien wat er gehaald is, jongens? Oh, maar... Geen enkele trainer gaat met deze groep iets bereiken. Geen enkele trainer. Denk je dat echt? Dus, ja, 100%. Maar ook als we denken 100%. Aan trainers met de grote naam. Laten we bijvoorbeeld Van Gaal zeggen. Die zou met dit minder bereiken dan Steijn. Of hetzelfde? Hetzelfde nog. Ga eens weg, die mensen schrikken niet, no? Ik heb een interview met een heel grote platform. Ik weet niet hoe ze heten, maar... We hebben die groot gemaakt en die niet zo doen, hè? Dat is een grapje, jongens. Jullie doen het echt goed, man. 100%. Denk je dat grote trainers zich hier aan willen branden, aan deze selectie? Dat is de vraag.
Ja, ik denk wel altijd dat er de aantrekkingskracht van Ajax is. Ik denk dat dat altijd wel zo zal blijven. Alleen, ja, welke echt grote namen zijn er beschikbaar? Dat zijn er niet zo heel veel, denk ik. Nou ja, advocaat misschien, Van Gaal zelf. Maar, ja, die kan het niet meer, toch? Denk die ook. Hebben ook... Nee, ja, hij is ziek geweest en zo, nog steeds ziek. Maar, godsamme zeg. Maar kijk, als ik een grote trainer was geweest, en dan zou ik niet eens met zo goed willen trainen, joh. Er is geen wil om te winnen. De bereidheid voor elkaar om te werken. Ja, maar waar komt dat vandaan? Waar komt dat vandaan? Want als je kijkt waar die jongens hiervoor hebben gespeeld, het zijn toch niet allemaal jongens die net uit de A1 komen? Nee, het zijn allemaal jongens die ook wel gekocht zijn voor een groter bedrag dan dat ze waard zijn. Dus dat betekent al dat ze eigenlijk niet zo heel goed zijn. Tenminste, ze zijn minder goed. Ja. Snap je? En dat is het probleem. En de wil is er niet. Als je ook ziet, ook bij Ajax jongens, hè, ook bij een Berghuis en bij een Telen, als je dan ziet dat er in de rug wordt je weggelopen, niet één keer, maar bijna elke wedstrijd gebeurt dat, ja, dan heeft het niks meer met voetbalkwaliteit te maken. En dan heeft het gewoon te maken met de wil om te winnen te maken. En dat misten wij heel erg. Maar Andy, dat is dan misschien ook wel waar een trainer voor kan zorgen. Wij hebben het nooit ver geschopt. Ja. Maar jij hebt heel veel trainers gehad in je leven. En ik denk dat jij bijvoorbeeld voor David Moyes niet zo hard zou gaan lopen. Ja. En voor andere trainers weer wel, toch? Ja, maar dat is ook wel zo. Dus misschien is dat wel het probleem van Stijn geweest. Dat hij niet goed in de groep lag. Dat kan, hè, dat weet ik niet. Maar dat zou een reden kunnen zijn dat het geloof in de trainer er niet was. En dan gaat een speler minder hard voor je werken. Dat klopt, ja. Maar ik denk dat het te maken heeft met de spelers die al bij Ajax zaten. Dat het te maken heeft gehad met aankoopbeleid. Met de spelers die er gehaald zijn. En in plaats daarvan zouden ze eigenlijk andere spelers willen hebben. Zoals een Dest en Lang en een Schouten en een... Isco en een Taliafico. Mbappé. Nee, maar deze selectie wilden ze echt halen bij Ajax. En dat kon niet. Want misschien dat had een andere missie. En dan ga je als voetballer zijnde ook, die al dan wat wedstrijden heeft gespeeld bij Ajax. Dan denk je, waar ben ik in beland, joh? Die gasten die kunnen nog geen drie keer naar elkaar overspelen. Als je ziet gisteren tegen Utrecht, die Sutalo. Hoe die bal, wat was het? Volgens mij stond je voor met 3-2. Die haal je gewoon eruit. Die speel je gewoon terug naar je keeper. En dan wacht je, want die staat voor met 3-2. Maar dat snappen ze niet. Ze willen een lange bal geven. Daardoor verlies je de bal. En dan maken ze een gelijkmaker. Of de 4-3 was het zelfs. Ja, ik snap dat niet. Ik begrijp dat helemaal niet. Ik ben het wel met je eens, hoor, dat er echt ontzettend weinig uit de spelers komt. Alleen bijvoorbeeld zo'n Sutalo, hè, want het slaat nergens op dat hij die keuze maakt. Alleen als je kijkt naar wat hij de laatste jaren natuurlijk heeft gedaan. In Kroatië staat hij er supergoed op, meer grote clubs geïnteresseerd. Dan is het toch ook dat hij nu een soort in een situatie komt. Hij wordt niet in zijn kracht gezet, waardoor hij elke keer verkeerde keuzes maakt, denk ik ook. Denk je dat ook niet? Maar speelt hij niet op zijn normale positie dan? Jawel, alleen misschien moet hij andere dingen doen die hem niet zo goed liggen. Of in ieder geval, hij heeft heel weinig vertrouwen. En daarin kan je als trainer natuurlijk ook wel wat betekenen, toch? Jij hebt toch ook... Tuurlijk, je moet als trainer zijnde ook vertrouwen geven aan de groep. Dat is 100.000% zo. En nogmaals, ik weet niet of dat een probleem was in de selectie. Weet ik niet. En als dat wel zo is, ja, dan is het de fout van Stijn. Heel simpel. Hoe heb jij gisteren Studio Voetbal gekeken, Andy? Ja, nee, ik heb niet gekeken, maar ik hoorde wat. Ik heb dat gelezen vanochtend. Maar ben je nou vriendjes met Stijn of niet? Want nou willen we het even weten. Er zijn meerdere Stijntjes. Weet je wat ik wel echt heel mooi zou vinden? Als hij dus... Nou, hij gaat toen denk ik nu eerst een beetje 2-3 weken niks zeggen. Maar dat hij zijn eerste grote interview bij jou in de auto doet. Zo sterk. Oh, dat sterk. Toch? Ja. Dat zou wel mooi zijn, hè? Maar ja, waarom zou je daar niet voor gaan, toch? Ik denk ik had er niet eens aan gedacht. Nee. En Berghuis achterin dan. Berghuis achterin erbij. Berghuis, jongen, ik zweer het je. Die gasten kan zo goed voetballen, hè, maar dat komt er ook niet aan. Nee, maar ik vind dit misschien nog wel het beste voorbeeld, Andy. Dat Berghuis is misschien wel degene met de meeste klasse bij Ajax. Die kan zo verschrikkelijk goed voetballen. En die voetbalt gewoon alsof... Ik denk, zou die bij Florian nu basis zijn? Nee, maar gisteren was was statement. Ja, toch? Ja. Dit was 100% statement. Ja, maar ik weet niet, zou hij dat... Andy, denk je dat Berghuis gisteren echt bewust een statement heeft gemaakt? Of is hij gewoon al het vertrouwen gewoon kwijt? Ook in zichzelf nu? Hij is ook teleurgesteld.
Het is gewoon een grote teleurstelling het hele seizoen. Je kan het hele seizoen weggooien. Er gaat niet goed komen. En hij weet dat ook wel. Hij is naar Amsterdam gekomen om Champions League te spelen. Om prijzen te pakken. Hij heeft ook met heel veel goede spelers om zich heen gespeeld. Weet je, hij speelt Nederlands elftal. Daar heb je allemaal kwaliteit. En dan kom je hier in zo'n team. Wat dan gekocht is door een technisch directeur. Die spelers heeft gekocht die gewoon goedkoper waren. En het is geen kwaliteit, jongens. Je kan ook niks doen, want ze snappen het gewoon niet. En ze hebben de kwaliteit niet voor om op dit niveau te voetballen. Andy, hoe we het ook wenden of keren, dit seizoen gaat natuurlijk afgemaakt moeten worden. Want we kunnen niet nu stoppen. Nee. Hoe moeten we het doen? Hoe moet Ajax nu verder? Dat weet ik niet. Ja, Ajax heeft toch een nieuwe... Ajax moet sowieso, wat ik net zeg, dat die RVC die alles heeft laten gebeuren... En die heeft toegekeken wat die Michelin dat gewoon mocht doen. Die moeten heel snel eruit. Ik denk dat Van Gaal het wel gaat doen. En dan moeten wij een nieuw systeem ontwikkelen. 10-1. Of 1-9-1. Of 1-10-1. En gaan verdedigen als een gek. Maar het is een schande. Echt. Ik zweer het. Ik ben ook echt helemaal gewoon... Echt boos gewoon. Hè? Dat je 17e staat. Hè. Hoe kan het? Hoe kan het? Een paar jaar geleden spraken we nog van het Bayern-muurtje van Nederland. Hey, en nu sta je 17e. Hoe kan het dan? Dat is toch ongelooflijk? Maar ik snap ook niet hoe het verder moet. Hoor. Ik weet ook niet wie je nu voor de groep moet zetten. Gaat het dan in één keer beter worden? Nee, denk je? Nou, ik denk dat het echt bij de basis begint om gewoon een elftal, een paar wedstrijden gewoon de tijd te geven. Gewoon, oké, dit is mijn elf. Hier ga ik mee spelen. Hier heb ik vertrouwen in. En dit zijn de afspraken die we gaan maken. Gaan helemaal terug naar de basis. Ja, dat zal wel waarschijnlijk betekenen dat er dus echt altijd 6 man achter de bal blijft als er wordt aangevallen. Ja. En we zo weer wat vertrouwen gaan krijgen. Ik kan me niet anders voorstellen hoe je het anders dit gaat oplossen. Ja, toch? Maar hoe zou je gaan spelen dan? Dan zou je Ajax-spelers selecteren of zou je dan die buitenlandse jongens spelen? Nee, maar ik zei het net toch. We hadden Rens, Sutelo, Hato, Centraal, Sosa links... En dan even kijken. Tahirovic en Vos met z'n tweeën ervoor, denk ik. Ja, controleren. Berghuis op 10. Brobbie in de punt. Bergwijn vanaf links. En wie hebben we dan nog Forbes? Forbes op rechts. Ja, dat zou ik dan doen. Ja. Die Forbes, die kan je ook weggooien. Jongen, ja. Denk je? Heb jij wat gezien van hem dan wat goed is? Heb jij dat gezien? Misschien 1 wedstrijdje. Al deze wedstrijden ga je misschien 1. Als iemand zou moeten weten hoe lastig het is als jij naar een ander land gaat als jonge jongen om te gaan voetballen. En je wordt misschien niet begrepen. Het is allemaal nieuw voor je. Ja, precies, en zeker als buitenspeler, niet presteert hij niet. Nee, maar dus je ziet in wel dat die potentie heeft. Dat vind ik ook. Toch? En als buitenspeler ben je toch ook, dat weet jij ook, en die ben je toch ook afhankelijk van op tijd ingespeeld worden. Dat je net even dat halve metertje extra ruimte hebt om je actie in te zetten. Ja. Als dat soort dingen allemaal niet kloppen. Ook de voorbeweging om los te kopen mis ik bij hem. Het is allemaal maar stilstaand voetbal. In de bal, staat stil, krijgt de bal aangespeeld. Staat met de rug naar de tegenstander. Staat niet opengedraaid. Maakt geen voorbeweging. Gaat niet diep in, komt kort. En gaat in de bal en gaat diep. Zie je niet. Dat zie je helemaal niet. Dat doet hij niet. Hij heeft die bal en dan gaat hij rennen en dan weet hij het niet meer. Dat is het. Dat is ook zo. Nou, weinig vertrouwen is er. Weinig vertrouwen. Laatste vraag en dan laten we je terug gaan naar het toilet, Andy. Moet je nog afvegen, Andy? Ja, hè? Denk je dat Wesley bij een nieuwe staf gaat aansluiten? Wesley bij Ajax nu? Ja, nee, bij een nieuwe staf. Poeh, ja, weet niet. Ik weet niet hoe hij met Van Gaal en zo is. Dus ik zou het wel mooi vinden als Wesley daar... Maar ik heb geen idee, joh. Ik weet niet, Wesley zit op Nijrode en die is druk met school. Dus, Andy, ik wil je danken dat je even tijd hebt gemaakt, man. En we spreken je snel, man. Is goed. De rustig aan. Later, jongen. Later. Hey, luister, weet je wat echt alles zou zijn als je een soort Suicide Squad samenstelt en Van de Vaart, Van de Meijden en Snijder gaat gewoon met z'n drieën doen. Dat is toch geweldig. Of is dat geen goed idee, Thijs Zwageman van de Pantelis podcast? Yes, goedenavond. Horen jullie me? Ja, zeker. Zeker weten. Goedenavond, Thijs. Nee, ik zou dat niet doen. Nee. Nee, snap ik. Maar voor het vermaak zou het wel goed zijn. Ja, voor het vermaak is het wel goed. En ik tune net in toen jullie met Andy aan het spreken waren. En dat is natuurlijk ook vermakelijk. En ik vind het mooi dat hij
vanuit zijn passie als Ajax-ziet natuurlijk heel bevlogen is. Maar inhoudelijk kun je er wel de nodige vraagtekens bij zetten. Ja, dat wilde ik namelijk net aan je vragen. Hoe zat jij ernaar te luisteren, naar het verhaal van Andy? Ja, nou, met een glimlach op mijn gezicht, zoals ik dat eigenlijk altijd bij dingen van VI heb. En ook bij hem en Sneijder en bijvoorbeeld ook gisteren Van der Vaart bij Studio Voetbal. Ik vind het vermakelijk, maar inhoudelijk snijdt het niet altijd hout natuurlijk. Nee, wat je wel, of wat ik dan wel interessant vind, Andy van der Meijden, Van der Vaart, dat zijn wel de jongens die in programma's zitten waar heel veel mensen naar kijken en waar heel veel mensen hun voetbalmening op baseren. En ik denk dat dat natuurlijk uiteindelijk er wel voor heeft gezorgd dat Stijn zo lang is blijven zitten. Als je kijkt naar ten opzichte van Ten Hag, die de halve finale Champions League haalde. Geen vriendjes met de thee. Het past ook heel erg bij hoe Stijn die gasten weet te bereiken, toch? Want hij is heel erg natuurlijk de Hanees met charmes en die gewoon lekker een biertje drinkt, armpje om mensen heen slaat. Het allemaal ook niet moeilijker maakt dan het is. Zo verwoordde hij het ook zelf. Ook bijvoorbeeld bij Sparta met je hebt twee sterke verdedigers nodig en een lange spits. En dan kan je boven in de subtop meedoen. Maar ja, dat in de Europese top en zeker dus ook bij Ajax werkt dat gewoon niet meer zo. Kan je, Thijs, mij proberen uit te leggen waarom, maar de meningen waren hier op de bank redelijk verdeeld erover, waarom het nog zo lang heeft geduurd dat uiteindelijk de kogel door de kerk is gegaan? Want ja, 17e, je kan volgend weekend 18e staan. Mm-hmm. Het spel, ja, hoe zeg je het netjes? Pijn aan de ogen. Niet om aan te gluren. Ja, maar dat is nog eigenlijk niet de juiste afspiegeling, denk ik. Het was gewoon echt heel pijnlijk. Mm-hmm. Het was echt alsof je gewoon naar een totaal ander niveau zat te kijken vooral in de Johan Cruijff Arena. Ja, en weet je, wat vooral zo pijnlijk is dat je gewoon de kwetsbaarheid in alles ziet. Dus in het spel aan de bal, in het spel zonder bal, in de positionering van spelers. Je ziet dat heel erg, dat het gewoon, het is echt een gewond schaapje. Aangeschoten wild is het. Ja. Aangeschoten wild, dat is wat ik zocht. Het is echt aangeschoten wild en dat zie je in alles. En dat is voor, denk ik, zeker voor Ajax hier ontzettend pijnlijk. Omdat Ajax is natuurlijk borst vooruit, trots, wij zijn de beste. Ja, en zo heeft er niemand in de ronde gelopen de afgelopen weken bij Ajax. Nee. En dat is ook wel iets wat volgens mij Kees eerder ook al aangaf. Ajax-spelers zijn er natuurlijk ook niet gewend om in een probleemsituatie te zitten. Dus misschien dat daarom, en dat zou absoluut niet een legitieme reden moeten zijn, maar misschien dat daarom het verval ook nog wel extra is. Mm-hmm. Omdat ze gewoon nooit gewend zijn om met tegenslagen om te gaan en niet weten hoe het is om degradatievoetbal te moeten spelen, om te moeten knokken voor ieder punt. Terwijl je altijd gewend bent om gewoon te domineren. Elke tegenstander blijft bij de trainer. Want ik zie nu een tweet voorbij komen van Bart Vrouws. En die zegt, onder Maurice Stijn gebruikte Ajax dit seizoen meer spelers dan elke andere Eredivisie club, 28. Werden de meeste wijzigingen doorgevoerd in de basiself, 26. En ook de meeste noodmaatregelen getroffen. Met 8 wissels voor of tijdens de rust. En dat in 7 in plaats van 9 duels. Ja. Moet daar wel bij de kanttekening worden gemaakt dat bijna altijd de teams die onderin staan, dat die dat altijd hebben. Want in dit rijtje staan Utrecht en Volendam er ook bij. En dat ze in andere competities. Ja, maar waarom gedraag je je als een club onderin? Ja, omdat je geen punt. Omdat je op dat moment ook. Dit is een beetje kip en ei discussie. Maar dit is toch precies wat we nu aangeven. Waarom hij het compleet kwijt was? Ik vind dat moeilijk oordelen. Misschien heeft Thijs daar een beter antwoord op. Ik luister de wedstrijdedities van de Pantelis podcast in ieder geval met veel plezier die analyse. Ja, dat snap ik als Feyenoorder. Het is ook interessant oprecht om te horen hoe er naar het spelletje gekeken wordt. Maar het is natuurlijk een klein beetje kip-en-ei discussie van of word je elke keer teleurgesteld door je spelers omdat zij zich niet aan de afspraken houden, of kunnen spelers zich niet aan de afspraken houden omdat dat niet hun kracht is en dat de onderlinge afstemming er niet is. Ja. Dus dat vind ik heel erg en moet je daarom wisselen. Ik vind dat wel moeilijk. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Thijs. Ja, kijk, je kunt het eigenlijk best wel treffend dit analyseren met een recent voorbeeld. Gisteren Utrecht uit. Dan speel je dus tegen de hekkensluiter als Ajax. En maakt Maurice Stijn de tactische keuze om Ajax op eigen helft in te laten zakken. Terwijl als jij Utrecht geanalyseerd zou hebben, dan weet je dat die voetballend heel matig voor de dag komen dit seizoen. Ja. Nauwelijks voetballende kwaliteit hebben van achteruit. Dus moet je daar juist druk op gaan geven. Hij maakt de tactische keuze. Voortbordurend waarschijnlijk uit angst. Want de laatste week lag het natuurlijk regelmatig open en waren die afstanden ook te groot. Dus maakte hij de tactische keuze om in te zakken, wat dan veilig zou moeten zijn. Maar je werkt
daarmee de wedstrijd in de hand. Dat Utrecht gewoon met een Van der Hoorn en een Sagnan achterin kan opbouwen. Die dat normaal gesproken helemaal niet kunnen. En nu gewoon kunnen strooien met basis van achteruit. Maar, dus tuurlijk is het een onvermogen van een trainer. Ja, en dan is het toch des te rarer dat hij ervoor kiest om bijvoorbeeld een Sosa op linksback te zetten. En niet vast te houden aan Hato op linksback en Avila links achterin. Maar dus juist een aanvallende back daar neerzetten. Die er juist zijn kwaliteit van heeft om eroverheen te klappen. Waarom? En Maurice Stijn, ja, de statistieken net die je nieuw opzond, het spreekt voor zich. En hij heeft onnavolgbare keuzes gemaakt. En tuurlijk zijn er echt omstandigheden aan te dragen. Als je wordt opgezadeld met een selectie die niet de jouwe is. En wil aankopen ook minder zijn dan bijvoorbeeld de concurrentie met een Feyenoord en PSV hebben gedaan. Die conclusie kunnen we nog wel trekken. Hoewel ik uiteindelijk er wel van overtuigd ben dat 70-80% van die aankopen gewoon gaat renderen bij Ajax. Ach, zo blij dat... Ik voelde me echt een nerd net, Thijs. Want ik heb precies dit gevoel. Nee, ik heb oprecht dit gevoel. Ja, het is ook het geluid wat we in de Pantelis podcast natuurlijk al langer dus ja, het was echt in mijn ogen al een week of 5 misschien onvermijdelijk, 6. Ja. En ja, het is dat het nu is gebeurd... Is het enige wat kon gebeuren, maar het is veel te laat. Ja. Heb jij een beetje vertrouwen in Maduro de komende paar weken? Want hij gaat het nu sowieso deze 2 wedstrijden dus deze week doen. Maar ja, verwachting is misschien denk ik toch wel, als ik voor mezelf spreek, maar ik denk bij alle 3 op de bank, dat hij misschien toch nog wel een aantal wedstrijden daarna er ook nog wel zou moeten zitten, voordat er iemand gevonden is. Ik heb wel de geluiden opgevangen dat Ajax het liefst zo snel mogelijk wel een trainer gaat aanstellen. En dan een beetje in de categorie Nederlands, ervaring en het liefst oud-Ajaxie. Dus die zal het opgaan. Dat is niet eigenlijk waar ik voor zou kiezen. Ik heb persoonlijk Maduro erg hoog zitten voor zijn tactische ingeving, zijn analyses. Daarnaast zou ik er nu ook gewoon voor kiezen. Kijk, dit seizoen is verloren. Je gaat niet degraderen. Maar je hebt bij jong Ajax een hele talentvolle trainer, Dave Vos, rondlopen. En ik ben er echt van overtuigd. Schuif hem door in duo met Maduro. Wellicht nog een type als Bogarde of iemand in die categorie die er wel een keer met de harde hand overheen kan gaan. Dan ben ik ervan overtuigd dat je richting eigenlijk het nieuwe seizoen toe kunt werken. En dan kun je misschien ook al in de winterstop afscheid gaan nemen van jongens waar je op de langere termijn geen vertrouwen meer in ziet. Maar Dave Vos is een hele talentvolle trainer die ook bekend staat als ze tactisch goed onderlegd, altijd zeer gestructureerd te werk gaat. Bijvoorbeeld bij Jong Ajax loopt het nu op dit moment ook niet goed. Spelen ook in veel wisselende samenstellingen. Daar is het noodgedwongen en niet zoals Stijn die elke week zijn opstelling verandert. Maar zelfs in die wisselende samenstellingen bij Jong zie je dat gewoon de Ajax-ideeën terugkomen. Er is een opbouw van achteruit, er wordt georganiseerd, druk gezet. En dat houden die jonge gasten ook niet een hele wedstrijd vol. En door al die wisselingen tegen volwassen teams zijn de resultaten daar ook niet goed. Maar ik zie daar herkenbaar spel met een trainer die zijn stempel drukt op een ploeg. En dat heeft hij in de jeugd ook altijd al gedaan. Hij is assistent geweest bij Rangers van Bronckhorst, waarmee hij de Europa League finale heeft gehaald. Enige argument dat je tegen kunt noemen is een te groot afbreukrisico voor Dave Vos. Waarom zou hij nu instappen? Ik denk eerlijk gezegd dat eigenlijk allemaal ook wel meevalt. Want als hij nu zou floppen bij Ajax en bijvoorbeeld het seizoen ook niet afmaakt, dan kan hij altijd nog instappen bij een middenmotor of een rechterrijd. Ik vind dat ook lastig voor Thijs, want je begint tegen Brighton en daarna heb je PSV, als het zo zou lopen. Tegen PSV kom je tegen een ploeg die gewoon echt in vorm is. Dat is sowieso geen lekker begin. En er is al zo weinig vertrouwen, kan je hem dat wel aandoen? En zou hij dat zelf moeten willen? Want ik snap wat jij zegt, van als je bij Ajax trainer bent geweest, dat stapje omlaag komt altijd nog. Maar zou het niet meer fair zijn om hem op een goed moment te laten beginnen? En zou dat voor hemzelf ook niet slimmer zijn? Wellicht zou het voor hem slimmer zijn. Maar we hebben het bij heel veel andere jonge trainers natuurlijk ook gezien. Wanneer komt die kans wel op het goede moment? Ja. Als je een hele voorbereiding hebt om je team mee te nemen, zoals wat Vos ook graag wil volgens mij. Ja, maar goed, als je dan de eerste 2 wedstrijden niet wint bij Ajax, dan staat de drukker even zo hard op. Ik denk dat het ook belangrijk is, verwachtingspatroon. Hè? Kijk, mensen, niemand bij Ajax verwacht nu dat je kampioen gaat worden. Maar wat mensen, ik denk ook supporters, gewoon willen zien, is een herkenbaar Ajax met uitgangspunten waar je blij van wordt. En die gewoon spelers beter maken. En dat is bij uitstek iets wat Dave Vos wel kan. Ja, maar Thijs, ik sprak Dave, wanneer was het? Eerder dit jaar. En die vertelde
over de ontwikkelingen bij Rangers bijvoorbeeld. Hè? Dat je daar op maandag hoort... Nee, ik hoef niet, dankjewel. Op maandag hoor je daar... we hebben vertrouwen en dan komt er zoveel druk en dan ben je weg. Ja, kijk, hij is natuurlijk bij Rangers is die op straat gezet... toen daar de druk op komt te staan. Ik denk dat hij nu voor een volgende stap echt heel goed moet nadenken wat hij precies wil. En ja. Er staat nu zoveel druk op, hè? Nu ook met een Van Gaal in de RVC. Ik denk dat die heel erg zijn stempel gaat drukken. Ik lees nu net dat John van het Schip waarschijnlijk de opvolger gaat worden tot het einde van het seizoen. Ajax gaat hem vragen, dat tweet ja. Johan Inan AD, tweet dat net. Geluiden kreeg ik ook door vanmiddag. Nee, kijk, ik zou Dave Vos heel vet vinden met de filosofie en hoe die over voetbal praat. Maar datzelfde gevoel heb ik ook bij Hedwigs Maduro namelijk. Ja. Dat, weet je, dat die wel een hele, hele sterke identiteit ja. hebben en die ook graag op hun ploegen los willen laten. Tuurlijk snap ik ook dat afbreukrisico, maar als je mij persoonlijk vraagt, ja, denk ik niet dat er een beter, of tenminste er zijn een zat betere momenten, maar het kan niet slechter dan dat het nu gaat. En dus ik heb er alle vertrouwen in dat met Dave Vos gewoon die weg omhoog zou worden ingezet. En daar word ik veel enthousiaster van dan ja, iemand als John van het Schip, echt ras Ajax ziet, Ajax DNA, de termen, we hebben het allemaal gehoord. Maar prik daar een keer doorheen. En ja, wat heeft hij als hoofdtrainer gedaan bij Melbourne, PEC Zwolle en bondscoach van Griekenland? Ja, normaal gesproken is dat geen cv waarmee je trainer van Ajax wordt natuurlijk. Nee, helemaal met je eens, Thijs. We gaan door, want de volgende hangt alweer. Thijs, dank in ieder geval. En was dit een bewuste keuze om voor je keuken te gaan zitten in de hoop dat iemand een nieuwe keuken ging sponsoren? Ja, nou, ik haal me voor. Uiteraard. Er moet nog gekookt worden ook. Dus misschien okay. Uber iets zometeen. Nee. Altijd bestellen bij Thuisbezorgd, hè? Bij de vrienden van Thuisbezorgd. Oh, Thuisbezorgd. Ja, ja. Ja, nee, dat bedoel ik ook. Ja. Heel goed, Thijs. Rustig aan, jongen. En dankjewel voor je tijd. Yo, hoi, hoi. Ik hoorde net dat er vuurwerk is afgestoken in Diemen. Ja? Ja. Ja, je weet nooit precies waarvoor vuurwerk wordt afgestoken in Diemen, maar dit zal bij Jordi Amali zijn, ja. Denk ik. Ja. Dag, Jordi. Hallo, mannen. Heb jij vuurwerk afgestoken net? Nee, want het zijn helemaal geen goede tijden. Mauro Icardi is geblesseerd geraakt afgelopen weekend. Dus dat is met de wedstrijd tegen Bayern München morgen. Dat is niet zo fijn nieuws. Nee, dat is geen goed nieuws. Is het vertrek van Maurice Steijn beter nieuws? Ik denk voor de club Ajax is dat zeker wel goed nieuws. Ik denk dat het een redelijk uitzichtloze positie was. Het was net even spitsuur in huis, Jamali. Dus ik hoop niet dat ik te veel in herhaling val met al jullie overige gasten. Dat heb ik niet kunnen meeluisteren. Ja, je komt nu al alleen met je beeld al veel overeen met Andy van der Meijden. Ja. Nee, ik heb nog wel haar. Hè. Dus ik heb wel naar de kapper geweest, maar ik heb wel haar. En inhoudelijk zal het ook wel schelen, denk ik. Ik denk, ja... Natuurlijk is het wel goed nieuws, omdat het gewoon een onhoudbare positie was. Op het veld werd het niks meer. Maar ja, het grootste probleem, en ik denk ook met de blik naar de toekomst, die al niet heel makkelijk zal zijn, is denk ik dat Ajax voornamelijk moet gaan nadenken van hoe komen we uit de ban van media of kranten of dat soort dingen. Het gaat natuurlijk al 2 jaar, 1,5 jaar, ja, bepalen die een beetje de tendens bij de club. Zo'n beetje. En denk jij dat, want dat maakt een beetje op uit je woorden, dat dat doorwerkt tot op het veld? Nou, dat weet ik niet zo goed. Alleen hetgene wat op het veld gebeurt, dat wordt bijna niet meer besproken, omdat het alleen maar over randzaken gaat. Want ik denk dat in geen enkele andere situatie had een trainer toch tot aan vandaag... En ja, er was zelfs op een gegeven moment was er zelfs vandaag twijfel of er nog zou ingegrepen worden naar aanleiding van de nederlaag naar Utrecht. En dat heeft toch alleen maar ermee te maken dat zo goed als niemand die de club volgt, behalve Pieter Zwart en zijn crew van VI, over de inhoud wat er op het veld allemaal gebeurde. Ja. Nee, eens. Dit was het punt eigenlijk aan het begin van de uitzending toen jij waarschijnlijk de kleine op bed aan het leggen was. Maar dit is natuurlijk wel het bizarre. Dit is echt bizar. Ajax staat gewoon volgend weekend met... Nou ja. Grote kans dat ze dan laatste staan in de Eredivisie. En we doen alsof het aan de aankopen ligt. Of het aan Mislintat heeft gelegen. Terwijl je gewoon allemaal internationals in je groep hebt zitten. Je hebt een jongen die vorig jaar nog op het WK om de derde plek 90 minuten in de basis heeft gestaan. En die Sutalo zou er nu helemaal niks meer van kunnen. Het is echt om te janken gewoon. Dat maakt het ook gewoon ontzettend moeilijk nieuw. Omdat je zeg maar, weet je, het is ook niet, daar zijn we gelukkig al jaren geleden van afgestapt. Het is niet om andere mensen die ook een mening en een stem hebben af te fikken. Maar ja, als er gisteren nou gewoon bij toch wel een van de traditioneelste en grootste programma's een poging wordt gedaan om het te laten lijken dat dit door de spelers komt. Ja, dan is de club ver bij af als ze daar maar meegaan. Ja.
Ik kan er ook echt niet bij dat je gewoon... dat je dat zelf gewoon kan zeggen. Dat je jezelf nog serieus kan nemen. Ik vind dat echt bijzonder pijnlijk. Maar dat is toch wel een beetje het probleem wat we hebben in Nederland. Dat er toch gewoon te veel lijntjes zitten voor de mensen die in de media zitten. Ja, alleen toch heb ik dan nu een beetje... Jordi begint daarmee en jij zegt dat ook heel vaak van... heeft dat dan zoveel invloed op uiteindelijk het resultaat? Dus ik snap het. Stijn is langer blijven zitten door de mediadynamiek. Bruce, niet op het resultaat op het veld. Of dat het invloed heeft op de kwaliteiten van de spelers. Alleen, het zorgt wel voor de nodige afleiding. En de club is een beetje gevangen door niet meer op het juiste te regeren. Ja. Het ontslaan van Mislintat en al het gedoe rondom de RVC, Big Pier, die eruit gestapt is. Dat is allemaal ruis geweest, wat afleiding geweest is voor Maurice Stijn. Absoluut, want Big Pier, echt shout-out naar Sam van Raalte voor het daarmee bezig zijn. En dat Ludiek probeerde uit te kloten. Maar Pier Erika is toch niet een naam die voetbalsupporters eigenlijk horen te kennen? Nee, maar de hele RVC, er staan allemaal mensen op die volgens mij nog nooit iets met een voetbalinhoudelijke beslissing te maken gehad hebben. En die moesten allemaal eerder oprotten dan dat Maurice Stijn moest. Ja, dat is echt terecht wat je zegt. Dat is echt bizar. Ja. En dat is wel de invloed van media. Ja, dat denk ik wel. Want het grootste gedeelte van het supportersentiment komt vaak voort uit wat er in de media wordt gezegd. Laat het alleen al als uitgangspositie staan om je eigen mening te vormen. Maar ja, het is wel... Ik vind het toch wel een beetje een pijnlijke situatie. Omdat op een gegeven moment aan het begin wilde men er toch zeg maar hoopvol achter gaan staan. Schouders eronder. Wie weet verrast Maurice Stijn ons. No-nonsense trainer. Degelijk. Mm-hmm. En ja, eigenlijk heb je hem nu veel nieuw, maar best wel kwalitatief materiaal gegeven. En dan komt er gewoon helemaal niks uit. En ik vind het toch ook wel opmerkelijk... Een beetje, ik ben benieuwd hoe je erin staat, Niel. Want je laat net terechtvallen, het Wiegers Maduro. We hebben Alex Pastoor erover gehoord. Die was bijna boos over het feit dat hij was weggeplukt. Ja. Maar ja, zat hij daar dan naast niks te zeggen? Of mocht hij zijn mening niet doorgeven? Daar begonnen we aan het begin van de uitzending over. Ja, kijk, ik dacht het dus al een beetje te horen in het inmiddels wereldberoemde interview van Annemarie Zuiderveld? Zuiderveld bij Radio 1. Daarin, ze zei dat ze nog heel veel contact had met Hedwiges Maduro. En daarin... Nee, je moet het niet... Ze sprak hem nog wel eens. Dat waren de woorden. Oké. Okay. Ja, dat is anders dan heel veel contact. Ze heeft contact met hem. Mm-hmm. En toen ik het hoorde, dacht ik... Ja, zij zitten wel op één lijn. Dat is wat ik hoorde in dat hele interview. Nou, natuurlijk is daarna ging het over veel andere dingen. Maar jij kent hem ook. Jordi. Weet hoe hij over voetbal denkt. Alleen ik denk dat hij heel erg daar heeft gezeten van... Oké, ik probeer wel soms... En dit zijn aannames die ik doe. Hè. Eigenlijk doe ik nu wat de rest van Nederland ook doet. Maar ik ga ervan uit dat hij wel zijn inbreng heeft geprobeerd te brengen. Hoe wij hem kennen. Mm-hmm. Alleen op een gegeven moment zag je hem ook op die bank. Ja, zeg het maar. En ik denk dan toch... je probeert het altijd maar een beetje naar jezelf te verleggen. Op een gegeven moment denk ik dat als ik daarachter zou komen... misschien niet na 3 weken, misschien niet na 6 weken... maar op een gegeven moment dat ik daar toch wel een soort van... Het is een jongen met een opbouwende reputatie. Iedereen was daar hoopvol over. Nou, zijn eigen vorige trainer waar hij assistent van was... die was er super lovend over. De club was lovend over hem. Als je daar dan zit... Ja, dan wordt het op een gegeven moment, als je genegeerd wordt... dan wordt het misschien ook wel tijd om te zeggen van... jongens, tabé. Ja, dit is niet mijn staf. Ik snap dat echt inderdaad volledig, hoor. Want het doet ook aan hem een beetje afbreken. Want ik heb wel het gevoel, als ik hem bij ons onder andere over MRI hoorde praten... en waar hij het dan over had en de dingen die hij noemde... als hij over Alex Pastoor vertelde en andere mensen over hem... dan kan het toch niet dat hij achter de woorden staat van Maurice Stijn... die elke keer zegt, ja, we moeten het maar blijven herhalen tegen onze backs. Eentje moet achterblijven. Ja, het enige wapen is opportunistischer die bal gaan inslingeren. Daar kan hij toch niet achter staan. En als je dat elke keer ziet van jouw hoofdtrainer, waar jij een staf mee vormt... dan zeg je daar zelf toch ook van. Of daar bind je zelf toch ook wel een conclusie aan. Precies, maar dan sluit toch ook een keer met je vuist op tafel. Als dat je zelf ook hoofdtrainer wil worden, dan zeg je toch ook op een gegeven moment... dan moet je toch ook een keer zelf... Ja, weet je wat ik misschien nog wel het meest pijnlijke vind van de afgelopen periode bij Ajax? Dat tegenstanders, dus die gaven dus wel een inhoudelijke analyse. Ik herinner nog Jordi Klaasie. Die zei, we waren gewoon echt heel slecht vandaag. Gewoon in de arena. Dani de Wit, die precies wist... Jordi Klaasie zei, ik ben zo geschrokken hoeveel ruimte wij hiervan kregen. Ron Jans, die precies wist wat die... Ron Jans is geen tacticus, hè? Dat Ron Jans het gaat hebben over met welke tactiek je Ajax pijn kan gaan doen...
Fucking Jens Toornstra, die het wist. Ja. Nee, maar dus de inhoudelijke analyses kwamen van de tegenstanders. Ja, en wat ik voornamelijk tweeledig pijnlijk vind, en dat is nog wel een probleem wat natuurlijk dit seizoen zeker naar voren gaat komen, wat op z'n vroegst pas in de winterstop kan worden aangepast, of tenminste geprobeerd op te lossen, is dat nu wel is gebleken, ondanks dat we kunnen zeggen dat er een heleboel spelers lopen met best wel veel kwaliteiten, dat niemand een leider is. Want als de Berghuizen en de Bergwijnen van deze wereld, weet je, al staat daar een clown langs het veld die zegt, we gaan het zo en zo doen. Goeie voetballers, weet je, het is vaak pijnlijk voor een trainer, maar die komen bij elkaar en die zeggen, nou, we gaan het vandaag helemaal niet zo doen, we gaan het zo doen. Ja. Maar blijkbaar hebben zij toegelaten dat een hele complete basisopvatting van tactiek onder hun vandaan is gehaald door deze trainer. Ja. En dat is geen beste beurt. Het is jammer dat dit hadden we aan Kees Kwakman moeten vragen, want we gaan zo meteen misschien nog een oud trainer van Kees Kwakman bellen. Maar Kees Kwakman heeft wel eens een keer met Dusan Tadić bij Groningen gewoon, dan hadden ze de wedstrijdspreker gehad en dan liepen ze gewoon het veld op. Wij gaan het gewoon zo doen. Wie was dat ook weer? Ja, bij Robert Maaskant. Ja, deze anekdote komt er natuurlijk ook wel, daar komt ook wel mijn gedachtegang voor uit. Maar dat heb je natuurlijk veel meer gehoord van hele grote spelers. En er moet gewoon, er moet een soort van ondergrens zijn. En zij zijn die hele ondergrens kwijtgeraakt door, denk ik, te luisteren naar de trainer. Yeah. Maar dat zegt ook wel heel veel over de leiderscapaciteiten van de selectie. Ja. Dat ben ik wel mee eens. Ik denk dat het ook is dat een paar jongens die dat eventueel zouden kunnen, dat die op een gegeven moment zo slecht speelden dat ze dan zelf dachten van, ja, kutzooi, als ik er nu wat van ga zeggen, denkt iedereen ook van, gast, hou je bek, want je bent fucking slecht. Dus ik denk dat het zo, de enige die nog op basis van prestaties recht zou hebben, is Hato bijna. En daar kan je het niet van verwachten. Nee. Ja, het was natuurlijk af en toe lastig, hè, als iemand voor de camera kwam en zei, ja, ze zeggen niet echt veel, of ze proberen veel te zeggen met weinig woorden, maar wat Berghuis. Jij net zegt, broer, zit daar natuurlijk compleet zit daarachter. Bergwijn kan wel met zijn vuist op tafel slaan en van alles gaan zeggen over die wedstrijd bij Utrecht. Ja. Maar ja, dan krijg je de bal keihard teruggekaat momenteel, omdat je niks presteert op het veld. Ja, dat denk ik ook. Het is een pijnlijk verhaal. Wat nu, Jordi? Wat nu? Wat nu? Ja, ik denk dat wat pijnlijk gaat worden voor de vertrokken trainer is dat de eerstvolgende gaat laten zien dat dit een selectie is waarbij je van iedereen gaat winnen, behalve PSV, Feyenoord en AZ waarschijnlijk. Ja. Omdat die gewoon tactisch en qua vorming van de ploeg momenteel verder zijn. Die gaat best wel. Je hebt nu net even twee wedstrijden die je dan moet. Maar ja, het is aan de andere kant. Ja, het is heel lastig. En voor iedereen wie erin stapt, dat komt dan op jouw konto. Maar je kan natuurlijk wel met veldbezetting en spel in zicht, kan je wel een heleboel al signalen geven naar buiten toe van, hé jongens, het gaat veranderen. Dus ja, twee lastige wedstrijden. Maar daarna, ja, de volgende trainer gaat hier gewoon, als het een match is met de groep, veel wedstrijden winnen. En die zal een oplossing moeten vinden voor een soort verlengstuk op het veld. Want dat is wel echt wat er niet is momenteel. Ja. Maar even tot de winter stoppen, hè? Dus dan, je hebt de eerste twee, die zijn dramatisch natuurlijk. Brighton uit en PSV uit. Dan heb je Volendam thuis, Heerenveen thuis, Brighton thuis, Almere uit, Vitesse thuis, nou, Marseille uit, NEC uit. Dan moet je nog voor 6 minuten naar Waalwijk. Sparta thuis, AAK thuis en PEC thuis. Ja, nou ja, in de competitie. Moet je wel heel gek lopen dat je niet bovenaan staat dan, toch, met kerst? Nou ja, bovenaan wordt misschien wat ambitieus, zeker gezien Feyenoord en PSV. Maar ja, dan sta je gewoon op een normale plek voor de seizoenstart die je hebt gehad. Dus dat is wat ik verwacht dat er nu gaat gebeuren. Terug naar de basis. Goede gesprekken met een aantal spelers die, weet je wat het is met zo'n Vitalo? Ik zit te kijken 90 minuten tegen Turkije. En dan kan iedereen van alles zeggen, ja, de spelers om hem heen zijn daar beter. Maar hij maakt individuele fouten. Het komt niet omdat die teamgenoten tekort komen. Dus weet je, op het moment dat er daar iemand vol gaat staan die de juiste snaar raakt bij de jongens, een beetje vertrouwen geeft, ja, dan staat er in principe een ploeg die alleen nog door de overige topclubs te verslaan is. Het allerergste vond ik Sutalo ook. Waarschijnlijk gaat Wouter Boerkamp het nu, die zit te kijken, die gaat het waarschijnlijk terugkijken. RKC uit. Als je op hem let, de eerste kwartier, 20 minuten, dan wilt hij helemaal niet op dat veld staan. Ik vond dat zo pijnlijk. Ja. Die zit met zijn handen, die zit naar de zijkant te kijken, wil de bal niet hebben. En dan speel je een kwartier in een wedstrijd. En toen dacht ik, man, wat is er aan de hand? Man. Ja, maar het is ook zo schitterend. Want die wedstrijd, dat is gewoon de eerstvolgende wedstrijd, is die Interland. En dan gaat het eigenlijk alleen maar over dat de Kroatische ploeg er alles aan doet om hem op tijd fit te krijgen en op te lappen om aan de aftrap te verschijnen. Het contrast, hé. De Kroatië, die eigenlijk niet zonder Sutalo wil starten in een belangrijke wedstrijd. Over contrast gesproken? Nee, ik wil nog één dingetje vragen aan Jordi.
In de YouTube-chat wordt Bordelas genoemd van Getaf. Och. Het is een mooi sociaal experiment zou dit zijn. Ja, maar het lijkt me op zich wel, zeker om helemaal die kant op te gaan. Alleen heb je de selectie er momenteel voor. Ik denk dat dat het pijnlijk wordt. Ik denk dat er nog een groter contrast tussen de bank en het veld dan komt. Zit er niet echt schoffelaars in momenteel. Nee, ja. Dat zou mooi zijn. Mooi. Jordi, dankjewel. Graag gedaan, jongens. En ik zie je morgenavond. Fit zijn, hè? Ja, denk het wel. Denk het wel. Oh, hersteld van een ijsbeentje vorige week. Oh, hey, over jullie. Ik neem dat Jordi niet kwalijk. Ik ken Jordi goed. Maar jij voetbalt graag met bekende mensen. Maurice Stijn heeft nu niks te doen, dus je kan hem gewoon hebben. Nee, ik had het al voorgesteld. Maar Jordi vond hem niet goed genoeg. Nee, Jordi is streng. Er is letterlijk niemand die onze tactiek bepaalt. En laten we dat maar houden zo, als alternatief is. Thanks, Feffi. Tot morgen, jongen. Doei, doei. Yo, later. Ja, en dan kunnen we gelijk een oud teamgenoot van de dinsdagavond erbij trekken. Overigens iemand die ook nooit meer wordt uitgenodigd. Goedenavond, Robert Maaskant. Je moet je geluid aanzetten, anders hoort de rest van Nederland je niet. Je staat op mute. Je hebt jezelf gemute. Misschien is dat ook wel beter voor veel mensen, maar... Ja, er zit zo'n knopje en dan kan je jezelf unmuten. Ik ben toch benieuwd, hoor. Nog even daarover. Ik zou Bordelas echt bizar vinden. Nee, dat kan toch niet. Gaat toch niet. Nee, het wordt heel vaak genoemd. Weet ik vind dat wel interessant. Frank de Boer wordt heel vaak Henk genoemd. Henk ten Kaat en Wesley Sneijder samen. Hey? Frank de Boer heeft al aangegeven dat hij niet wilde, toch? Dick Schreuder? Dick Schreuder? Oh, maar die is nu toch die met is net, die heeft net bezig, toch, in Spanje? Bij die Amerikaanse miljardair getekend. Ja? Jullie denken als Ajax komt... Nee. In plaats van de derde niveau Ik heb Dick wel eens gesproken over Ajax. Die is niet vergeten wat ze met zijn broer hebben gedaan. Maar goed, ondertussen zit Robert Maaskant... probeert tegen ons te praten. Dan zien de mensen buiten. Als misschien even kijken. John van der Brom? Oké, wacht even. Nee, links onderin een microfoontje. Neil, je moet even vertellen. Je bent nu aan het praten tegen Robert Maaskant. Ja, links onderin zit een microfoontje. Daar moet je even op klikken. En dan kan je daar jezelf unmuten. En dan is opeens geluid. We hebben nu wel beeld. Ja. Ik denk dat hij dat niet... Maar welke namen komen er allemaal voorbij? Ik zie Arne Slot, dat zal jou geen... Arne Slot gaat niet worden. Frank Worm moet ziek staan. Ik vind het een interessante, ik weet niet zijn huidige situatie. Arthur Latsen? Jota. Die kan niet. Die kan misschien wel Mikko Tatsen aan de praat krijgen dan. Kan niet naar Nederland. Nee? Nee. Waarom niet? Voor mij staat er nog iets over bij de Belastingdienst. Oh. Nou, dat is zo op te lossen. Nou, dat denk ik niet. Nou, niet zo. Jij zit hier ook. laten we heel eerlijk zijn. Laten we nou geen slaaprolwakker maken. Nee, Broes, als dit het einde is van het bedrijf, ik ga even door deze uitspraak. Ik ga even door. Graham Potter. Ja, nou die opperde ik zelf ook vanmiddag. Dat zou ik wel zien zitten. Denk je dat dat realistisch is op dit Kijk, moment? Kijk, hij probeert... Nee, oké. Okay. Of dat realistisch is... Ja, ik weet het niet. Ik weet nu niet wat... ik las ook ergens dat Graham Potter ook alweer door andere clubs in Engeland benaderd wordt. Dus ik weet niet hoe realistisch het dan is dat als Ajax zich erin gaat mengen. Ik denk wel dat, zeg maar, als je een lange termijn optie kiest, of als je voor de lange termijn wat wil betekenen, dat wel een hele goeie is. Want hij is wel ook degene die, het is bij Chelsea niet helemaal goed gegaan, maar hij is wel degene die de basis gelegd heeft voor dit Brighton, wat we nu de afgelopen anderhalf jaar gezien hebben onder de Zerbi. Daar krijgt hij ook complimenten voor van de Zerbi en ook eerder van Guardiola, volgens mij. Ja, want als je ziet wat een bijvoorbeeld een Lewis Dunk, wat een hele belangrijke verdediger is bij Brighton, met name ook aan de bal, dat was hij voordat Graham Potter kwam, was hij dat niet, zeg maar. Nee. Dus hij heeft, zeg maar, in die zin echt de basis gelegd voor dit voetbal bij Brighton. En ja, misschien kan hij ook wel weer de basis leggen voor... een nieuw voetballend Ajax. Dus ik zou dat echt best wel zien zitten. Ik ben er, hoor. Robert Maaskant. Ik ben er, hoor. Hoe is het, Boomer? Kijk. Ja, nee. Ik moest mijn instellingen naar mijn privacy toe en dan de microfoon aanzetten. Ah. Microfoon voor Zoom. Je hebt een paar minuten, hè? Want je schijnt waar om 8 uur aan? 8 uur FC Media Circus, hè? Mijn eigen podcast. Kijk. Oh, die kunnen we wel even wachten, Robert. Nou, genoeg te bespreken. Wij hebben Mikkel Schouda in de uitzending en we willen even kort met Mike verwijderen. Nou, dat is hartstikke leuk. Kan je ze gelijk even vragen of je vindt dat ze eerlijk verslag hebben gedaan van de afgelopen maanden van Maurice Stijn? Maar misschien kijk jij er wel heel anders naar, hoor, Robert. Nee, dat wordt volledig onze insteek. Okay. We zijn natuurlijk een media sportpodcast.
kijken naar hoe pakt de media dat aan. Nou, dit is natuurlijk zowel met Pusic als met Stijn is dit interessant natuurlijk wat journalisten nu doen. Zeker. Stijn had natuurlijk ongelooflijk veel lijnen lopen. En ik denk ook dat hem dat lang overeind heeft gehouden. Maar ja, er is ook een moment dat het niet meer kan. Ja. En dat is vandaag gebeurd. Ja. Hoe heb jij de afgelopen periode naar dit Ajax gekeken? Want wij waren echt, maar we herhalen ons, maar zijn al inmiddels ook een uurtje live. Dat we echt flabbergasted waren eigenlijk gewoon dat je 17e staat en misschien volgend weekend wel 18e als Ajax. En dat eigenlijk er nog vrij weinig ophef is geweest in de media. Ik weet niet hoe jij daarnaar hebt gekeken. Nou, dat is helemaal waar. En dat heeft natuurlijk te maken met dat. Het is altijd een klassiek rijtje wat er gebeurt op het moment dat het slecht gaat bij een club. Meestal gaat eerst de trainer eruit en dan de technisch directeur. Nou, bij Ajax is dat andersom geweest. En dat had echt met connecties te maken. Michiel is natuurlijk niet erg geliefd gemaakt bij de Telegraaf. Waardoor hij in ieder geval geen steun vanuit die kant kreeg. Het bestuur was daar natuurlijk weg. Dat had er natuurlijk ook te maken met Stijn. Dat niemand een beslissing durfde of kon of mocht nemen bij Ajax. En als je gewoon simpelweg kijkt naar... Ik denk dat de VI... de analisten van VI dat nogal redelijk bloot hebben gelegd. Het blad, Voetbal International. Van Voetbal International. Dat het spel van Ajax natuurlijk abominabel was. Zeker verdedigend. Ook verdedigend tactisch gezien. Ja. En met allemaal jongens die toch echt wel kunnen voetballen. Ik bedoel, we kunnen wel blijven zeggen dat het een slecht elftal is. Maar het is natuurlijk niet zo slecht elftal dat dit elftal onder de streep hoeft te staan. Wel aangetekend, en dat hoor ik ook te weinig. Ze missen wel 6 punten nog die ze er gewoon bij krijgen. En dan staan ze bij de eerste 10 volgens mij weer. Ho, ho, ho. Dat hoor ik eigenlijk nergens. Die kunnen ze dan ophalen in envelop in Zeist of zo? Nou, bij Volendam. Die geven sowieso wat envelopjes weg. Volendam thuis en op 3 minuten bij RKC. Ja, maar Robert, dat is toch... Dit is toch niet... Stel dat Stijn er nu had gezeten, dan kan je dat toch niet zeggen? Nee, dat is ook het probleem. Dat kan je ook niet zeggen, maar dat is natuurlijk wel zo. Ja. Kijk, Stijn had als hij humor had gehad, en dat heeft hij volgens mij wel, dan had hij moeten zeggen, ja, Mislintat heeft alles verkeerd gedaan, zelfs mij aangesteld. Dan had hij misschien nog een tijdje kunnen blijven zitten. En ik moet heel eerlijk, dat ik in de wedstrijd tegen Utrecht heel even dacht, zou dit de butterfly effect zijn, zoals Alex Ferguson het wel eens gehad heeft, met de ommekeer. Dat op het moment dat Ajax van 2-0 achter in één keer voorkomt met 3-2... en ze trekken die wedstrijd naar zich toe... zou dat dan het moment zijn van die Stijn dat hij ze toch nog gaat redden? Maar ja, dat bleek ijdele hoop geweest te zijn. Ja. Ja. Had je ook niet, Robert, dat die humor, dat Stijn ook niet meer lukte, zeg maar? Gewoon omdat hij zelf toch ook wel... Hij moet zelf ook echt onder enorme druk te hebben gestaan, toch? Dat je keer op keer die tegenslagen krijgt, dat je... de slechtste prestatie ooit hebt, dat voor altijd op jouw naam zal staan bij Ajax. Dat je nu ook weer vlak voor rust en vlak na rust die goals tegenkrijgt. Dat je terugkomt van een 2-0 achterstand en dan alsnog verliest. Was het niet ook gewoon te veel voor hem om nog enigszins positief te kunnen blijven? Dat kan ook, toch? Ja, dat denk ik wel. En daarom vind ik het ontslag op dit moment ook logisch. Ik had gisteren ook met mijn aantal vrienden, Amsterdamse vrienden die ik op de app had. Dan komt het ook wel naar voren. Van hij gaat dit niet meer keren. Ik vraag me wel af of hij voldoende zelfreflectie heeft om ook naar zichzelf te kijken in ontwikkeling van spel. Ik hoorde hem eigenlijk voor de wedstrijd al zeggen, ik heb mijn spelersgroep pas weer donderdag bij elkaar gehad. Nou, dat heb ik PSV niet horen zeggen, dat heb ik Feyenoord niet horen zeggen. En er zijn veel meer clubs geweest die dat hadden in Europa. Maar ik heb geen coach gehoord die zegt, ja, ik heb mijn spelers donderdag wel bij elkaar gehad. Dat is al een beetje indekken van tevoren. En dat heeft hij eigenlijk, is hij steeds als straatvechter door de ruimtes gegaan. En dat gevecht heeft hij in dit geval niet kunnen winnen. Dat heeft hij bij een aantal andere clubs wel kunnen winnen. Maar bij Ajax ga je dat niet winnen als er niet gewoon mooi voetbal gespeeld wordt. Ik ben het daar echt volledig mee eens. En ik ben daar ook heel erg benieuwd naar. Want als ik dan Maurice Stijn vorig jaar zag bij Sparta, dan zag ik daar een trainer zitten met zelfvertrouwen. En die gewoon heel duidelijk was over de manier van spelen. Die ook naar zijn spelers toe heel duidelijk was. Was toen al duidelijk van Maurice Stijn zal nooit het grootste tactisch wonder ter wereld worden. Maar kan wel een team neerzetten. En ik heb dit jaar eigenlijk alleen maar het idee gehad dat hij ook... zichzelf aan het redden was. En dat we niet
dat hij daarin ook naar buiten toe niet eerlijk heeft gezegd dat hij ook wel eens aan zichzelf twijfelde. Want dat moet zo geweest zijn. Hij Natuurlijk. Moet ook hebben gezien dat het af en toe, dat hij niet de goede dingen heeft gedaan. Tuurlijk, en dat is jammer dat je dat... Ik denk dat het sterker overkomt als je dat wel laat zien. Maar ik weet niet, Robert, hoe jij dat als trainer hebt ervaren. Kan dat? Of laat je dan echt zien dat je zwak bent of zo in de media? Nou, ik denk dat hij vanaf het begin af aan had moeten zeggen. Hij maakte eigenlijk bijna een beginnersfout door dat gevecht aan te gaan. Hij had van begin af aan moeten zeggen, joh, dit is een elftal wat niet klaar is. Hier moet nog ongelooflijk veel ontwikkeld worden. En het vertrouwen uitspreken naar zijn spelers. En hij heeft eigenlijk continu ook in de pers, dat zal hij misschien niet intern gedaan hebben, maar zeker naar buiten toe, heeft hij ook zijn groep laten vallen. Ja, dat gaat niet heel lang goed als coach. En ik hoorde jullie net al een beetje discussiëren over van wie moet het dan zijn. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat Alex Kroes op de achtergrond met Van Gaal bezig is om echt iemand te pakken die Ajax voetbal wil spelen. En dat houdt in dominant, met een hele goede voetbalvisie, naar voren toe. Ja, en Stijn is dat nooit geweest als trainer. Bij VVV heeft hij even een periode gehad in de eerste divisie, waarin hij op die manier speelde. Maar toch ook heel vaak gewoon heel klassiek, traditioneel voetbal. En voetbal is nou eenmaal enorm ontwikkeld de afgelopen jaren op tactisch gebied. En dat heeft hij vanuit zijn zekerheid als trainer zijn, daar heeft hij dat toch een beetje gemist, denk ik. Is er bij jou een naam die meteen te binnen schiet? Trouwens nog mee dat je jezelf niet kandidaat hebt gesteld. Bloedhond. Zijn Robert en ik het toch weer eens. En heel veel mensen in de chat. Precies. Vertel. Nou, even, dan krijg ik natuurlijk heel social media, wat ik gelukkig niet heb over me heen. Maar toen Stijn aangesteld werd, heb ik wel even tegen wat mensen gezegd van ja, ik heb misschien wel een beter cv dan Maurice Stijn door mijn carrière. Het kan dus nog steeds. Ik kwam niet in aanmerking hoor, dus laten we dat ook duidelijk zijn. Maar degene die ik zou benaderen zou Guardiola zijn. En die heb je niet dit jaar binnen. Maar ik zou zeggen, joh, hier heb je de sleutels. We willen iemand hebben die vanuit de Cruijff-filosofie deze club weer opnieuw neer gaat zetten. Succes de komende 5 jaar. En wil je het doen? En als hij daar nee op zegt, want die zal iets meer centen verdienen dan wat de Ajax kan verdienen. Ja, kies dan iemand die vanuit die school komt. En er zijn echt best wel veel mensen die op die manier door Cruijff besmet zijn geraakt, op een goede manier, die dat uit kunnen dragen. Dus zeker. Daar zou ik zeker voor kiezen. Eentje staat er op dit moment bovenaan in de Eredivisie, volgens mij. Ja, eens. Ik denk dat hij het alleen zou doen, Guardiola als Jordi Cruijff dan ook. Ja. En dan doen ze het voor Johan. Ja. Maar zou dat gek zijn, toch? Cruijff en Guardiola samen? Nee, helemaal niet. Nee, maar dat is zo'n, het is een soort idealistisch... Maar voor mij heeft hij ooit gezegd dat hij dat nog zou willen. Ja, hij heeft het uitgezet. Ja. Dus ik zou hem in ieder geval benaderen. En ik denk dat Van Gaal ook de connectie nog wel heeft met hem. Het is wel goed dat de chat nu niet kan lezen, Robert. Dat je naar een langs een bepaalde kliniek moet. Niet voor de korte termijn, maar om het Ajax weer terug te brengen waar het zou moeten zijn. Ik denk dat dat later pas kan, want ik denk dat Guardiola nog een tijdje... Ik vind Guardiola wel iemand die op termijn zo'n idealistische keuze opeens een keer zou kunnen maken. Hij is wel zo'n liefhebber. Die maar hij wil nog denk een paar trebles binnenhalen. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ik denk dat hij nog even een keertje de Champions League... Maar als je het niet probeert, lukt het zeker niet. Dat is absoluut waar. Zo is het. Helemaal eens. En even over social media, met die mensen die de chat sturen. Als ze het anoniem doen, zou ik het niet eens lezen. Goed zo. Ik ben heel benieuwd naar jullie podcast. Wanneer staat die online? Ja. Woensdag. Woensdag. FC Media Circus met Mikos Gauka. En niet Gouda. Ik help je even voor zometeen. Je mag hem wel een paar keer Mikos Gouda noemen, hoor. Gouda represent. Oh, kijk dat, echt waar. Ja. En Mike Verwij. Ik ben heel benieuwd. En ik ben benieuwd of je... jouw kennende, dat durf je ze wel aan te pakken. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, we gaan daar. We klimmen daar even in, uiteraard. Nou, met veel plezier, joh, jongens. En leuk dat er eindelijk weer wat gebeurt. Wat vonden jullie van Pusic naar Shakhtar Donetsk? Ja, daar is vooral Bruce niet zo blij mee. Ja, ik vind het echt heel erg jammer. Als je zeg maar de combinatie Pusic-Slot ziet, dat vind ik echt prachtig om te zien in alles. Als je zeg maar ze over elkaar hoort. We hebben twee met Open Vizier podcast, de podcast van Alex Pastoor. Ja. Zowel die met Slot als die van Pusic. Dan praten ze ook liefkozend, zou ik bijna willen zeggen, over elkaar. Ik hou ook wel van dat emotionele langs de lijn. Daar heb ik wel een zwak voor. En dat is natuurlijk vooral leuk als het ook goed gaat. Maar als je Slot hoort over Pusic en Pusic over waar hij Slot in helpt, dan denk ik dat
dat Feyenoord daar wel wat last van gaat hebben. En dat zal niet super concreet doorwerken. Maar het zal voor Slot ook minder leuk zijn. Hij heeft echt iemand gevonden daarin met wie die ontzettend goed is. En voor Pusić zelf is het natuurlijk een prachtige stap naar een club die Champions League speelt als hoofdtrainer. Dat is fantastisch. Ja, eens. Goeie analyse. Het verbaast mij ook hoor, dat hij het doet. Maar ja, Pusić ook zitten. Ik zou Michele Santoni wel willen zien bij Feyenoord als ontwikkelaar van spelers. Ja, maar dat doet hij indirect natuurlijk nu wel een beetje, toch? Ja, maar hij heeft geen contact. Kijk, Bosgaard is natuurlijk de... Bosgaard heeft een contract bij Feyenoord. Ja, die is assistent bij Dordrecht. Ja, maar... Santoni heeft een contract bij Dordrecht. Ja, Santoni wordt gedoogd door Feyenoord, hè, daar. Mm-hmm. Ja, dus Feyenoord betaalt hem niet. Maar hij wordt wel gedoogd door het grote Feyenoord op dit moment. Ja, ze hebben wel gekozen voor... Oké, we laten hem. Ja, we laten hem zitten. Dat is absoluut. Ja. Ik vind het geen gekke optie. Nee, overigens. Zeker. Robert, dankjewel. En we gaan woensdag luisteren. FC Media Circus. Dankjewel. Okay. Fijne avond, jongen. Dankjewel, Robert. Oh, even één dingetje. Er is een polletje geweest in onze groep. Of in onze groep, in onze chat. 873 stemmen. Wie zien jullie het liefst als nieuwe trainer? Optie Pascal Jansen, 39% van de stemmen. John van Schip, 21%. Hedwiges Maduro, 20%. En Dave Vos, 18% van de stemmen. Zo. Ik vind Pascal Jansen... Bielsa niet. Nee, die zat niet tussen de opties. Dus dit waren de vier opties die gegeven waren. Dan komt Pascal Jansen er toch het beste uit. Ja. En die wordt natuurlijk al vaker genoemd hè, bij Feyenoord, bij Ajax. Dus dan halen ze Alex Kroes weg. Ja, dat gaat een lastig verhaal worden. We weten allemaal, Pascal Jansen zou dat gewoon doen, toch? Ja, op het fietsje. Het is nog steeds een stap van AZ naar Feyenoord, Ajax of PSV. We kunnen er niet omheen. Maar dit is toch het enige wat je nu... Ondertussen springt Kenneth bijna nu uit het raam. Onze superstagiair die is woedend. Superstagiair ook nog steeds. Nog steeds. Nee, maar... Dit is wel een RVC dat ze ooit Arne Slot hebben laten gaan. Of niet hebben gepakt, zeg maar. Dus niet... We hebben het over Ajax. Ajax. Ja. Dat ze niet Peter Bos nu hebben gepakt. Ja. Ja, dit is wel waar je als RVC op een gegeven moment eindverantwoordelijk voor bent. Dat je kijkt naar technisch beleid en kijkt, oké. En natuurlijk, er zijn veel wisselingen geweest in de RVC de afgelopen jaren. Ja, maar alleen daar ben, je wel... ben je als RVC niet meer bezig met de beslissingen die wel worden genomen? Ja, maar dus, die zijn dus niet goed geweest. Dus daar... Ja. Maar ik bedoel meer van de dingen die er wel gedaan worden. Dus ben je niet meer bezig met Maurice Stijn, die wel aangesteld wordt. Ja, daar had je ook voor moeten liggen. Ja. 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 Zoals ze ooit voor Ocampos gingen liggen. Ja. Dus ze kunnen het wel. Ze kunnen het wel. Maar goed, iemand die ons veel meer kan vertellen over de RFC van Ajax. Nou, we gaan niet alleen weer over die RFC hebben hoor. Oh. Dan gaan we het niet over de RFC. Laten we dan de eerste vraag stellen. Zou je Pascal Jansen zien zitten, Bart Sanders? Nou, dat is niet de eerste naam die in mij opkomt. Welke wel? Eerlijk te zijn. Nou ja, geen Nederlandse naam, denk ik. Ik denk dat de Nederlandse opties allemaal bezet zijn. De goede opties, hè. Dus Slot, Ten Hag, Bos, Verhaal. Doet allemaal op uiteenlopende redenen kunnen het niet worden of zijn. Ja, Pascal Jansen weet ik ook niet of dat dan de redder van Ajax is. Ik zou eerder, denk ik, in het buitenland gaan kijken. Wie? Naar mensen die een Ajax-visie hebben, de manier van spelen van Ajax... die ergens verstaan en die het meerdere jaren hebben laten zien. Nou, Pascal Jansen laat het wel zien bij AZ. Mm-hmm. Ja, ik twijfel daarover of dat de beste optie is. Maar wie zit je te denken dan in het buitenland? Nou ja, Knoetsen staat er heel goed op, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, ik weet dat er heel veel mensen dan alweer grapjes gaan maken op zijn achternaam. Maar kijk dan eens een keer naar zijn visie en hoe hij gespeeld heeft. Er staan hele lange longreads op internet. Ja, daar hoeven we het nu niet over te hebben, maar ik zou zeggen, Google daar eens op. En dan zie je dat een manier van spelen is waar Ajax-fans zich mee kunnen identificeren. En dat is echt wel nodig nu op dit moment. En ik noem maar gewoon één naam. Er zullen vast meerdere namen zijn. Maar we moeten ons niet blind staren op de Nederlandse identiteit. Hoe heb jij de laatste weken eigenlijk beleefd, Bart? Want ik heb dat gehad dat eigenlijk afwachten was wanneer Stijn eruit vloog. Maar op een gegeven moment dacht ik van... misschien blijft hij wel tot de winterstop. Nou, dat was uitzelf-executie. Kijk, wij hadden natuurlijk met de Pantelis podcast al weken erover... wanneer is het moment daar? En ik denk dat er wel frappant is. En wat ook de puin op Ajax laat zien... is dat we net een interlandbreak hebben gehad. Mm-hmm. Dat was met Schreuder ook zo. Ja, en je had ook na de interlandbreak een trainer ontslagen... terwijl je dat ook ervoor had kunnen doen. Met Schreuder na het WK. Sterker nog, dat was een heel WK inderdaad. Ja, nou ja, precies. Dus dat is wel doodzonde. En het einde was in zich natuurlijk. Ik bedoel, we kunnen het lang over de selectie hebben. Maar je ziet ook een huidige selectie... en de spelers die er al waren... dat het op was en die ging echt niet meer lopen voor Stijn. Nee. Het moest iets gebeuren. En dan was eigenlijk weken al, dit was gewoon weken uitstel van executie. Wat is het moment voor jou nu als je terugkijkt dat het eigenlijk al eigenlijk al het einde had moeten zijn?
Nou, ik denk dat het begin van het einde was. Daar hebben we het net in de Breaking Pantelis podcast ook over gehad. Die zo meteen vanavond online komt. Kijk. Vanavond online. Maar dat is wel het moment geweest dat Stijn openlijk zijn de aankopen voor de bus gooide. Dat was Fortuna uit, toch? Ja, en ook de selectie min of meer op scherp zetten. Ja, ik denk dat hij daar wel liet zien dat hij niet klaar was voor het grote werk van club als Ajax. En dat er al het begin van zijn einde is geweest. En ja, de afgelopen weken is natuurlijk echt totaal geen verbetering zichtbaar geweest. Het was heel matig wat we zagen. Het had niks met Ajax te maken. Elke week wisselingen. Geen vaste elf. Soms ook door redenen waar hij niks aan kon doen, moet ik erbij zeggen. Maar nee, dat was totaal geen houvast voor meer. En je hoorde ook de spelersgroep ook signalen van die er helemaal klaar mee waren. Je ziet de gelaatsuitdrukking van Hartwigis Maduro, denk ik, naast hem op de bank. Veelzeggend. Het is ook wel heel, ik ben ook wel heel benieuwd donderdag en zondag wat Maduro gaat doen. Want dan kun je meteen zien waar hij het wel of niet mee eens was. 3-4-3, denk ik. Druk over het hele veld naar voren. Ja, dat zal wat zijn. Maar ik ben wel heel benieuwd. En ja, John van Schip wordt waarschijnlijk dan nu de man tot het einde van het seizoen. Ja. En daar heb ik ook wel heel erg mijn twijfels over of dat dan de goede keuze is om het einde van het seizoen mee verder te gaan. Broes, even een naam die ik nog niet voorbij heb horen komen en die hier volgens mij best goed opstond en eigenlijk te snel eruit is gegooid, maar dat kunnen we zo aan Bart vragen. Marcel Keizer. Ja, ik vind dat moeilijk. Ik heb natuurlijk eigenlijk alleen bij Ajax en bij Sporting kan ik daar goed over oordelen. Sporting toen wel best wel veel gevolgd. En dat was leuk. Maar uiteindelijk was dat ook niet stabiel genoeg, wat hij daar liet zien. Waar zat hij? Zat hij in Qatar of Saudi-Arabië? Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. In de zandbak. Zo kom je altijd mee weg. Ja, vind ik altijd een beetje makkelijk. Mensen die gooien. Ten zuiden van Nederland zit hij. Ja. Ja, is dat zo? Nou ja, als je in Qatar of Saudi-Arabië zit, dan is het toch ten zuiden van Nederland. Ja, dat is zeker. Zit je nou te twijfelen of dat ten zuiden van Nederland was? Nee, ik zit niet voor niets hier op de bank. Het was niet zo dat ik uitstekend was in topografie. Nee, ik wil niet zeggen. Ik zou dat eerder aan Bart willen vragen van Marcel Keizer, je kan daar wel over zeggen van dat is iemand die in ieder geval de Ajax-filosofie aanhangt. Maar die kreeg het ook niet voor elkaar om binnen de Ajax-lederen voldoende overwicht te hebben, toch? Nee, nou ja, nou wordt het wel een beetje een long read uitzending, denk ik, als we daar heel, heel diep op in moeten gaan. Maar het is wel zo. Kijk, Marcel Keizer was qua Ajax-filosofie, denk ik, veel dichter bij het Ajax wat we willen zien dan Maurie Stijn. Marcel Keizer was, denk ik, in zijn presentatie misschien niet de toptrainer. En we moeten wel stellen dat Marcel Keizer heeft een kans gekregen. Alleen die heeft natuurlijk met de een van de meest vreselijke dingen die kan gebeuren als trainer. Zeker. Het hele apinuri gebeuren van de voorbereiding. Dus ja, in hoeverre kun je dat heel, heel goed analyseren in die zin? Ja, ik vind wel dat er te veel is gebeurd in die voorbereiding waar hij geen invloed op heeft. Waar hij ook mee om moest gaan als beginnend trainer bij een grote club. Ik vind dat hij sowieso wel een kans nog verdient bij een leuke voetballende club. En of dat Ajax moet zijn, dat weet ik niet. Maar bijvoorbeeld bij een AZ of Twente, dan denk ik dat hij prima een kans moet krijgen. En als je zou moeten kiezen tussen John van het Schip, die het dus over gaat nemen na Maduro, of dus Marcel Keizer weer terug, waar zou je dan voor optellen? Als je alleen tussen die twee mag kiezen. Ja, je mag alleen maar tussen die twee kiezen. Dan zou ik niet om de trainerskwaliteiten, maar dan zou ik om de lijntjes binnen de club voor John van het Schip kiezen. Ja. Het is zo moeilijk omdat je met zoveel dingen rekening kan houden. En ja, daarom. Dat is ook wel. Kijk, als je puur voetballend kijkt, zou ik voor Marcel Keizer denken kiezen. Maar je moet bij Ajax. Ja, nee, ja, je moet denk ik op dit moment ook binnen de club goed vallen, de juiste kanalen weten, de mensen meekrijgen. Maar dat is toch juist misschien een beetje waar het ook fout gegaan is? Dat het juist te veel bezig geweest is met alle randzaken en niet zozeer dat we een trainer voor de groep hadden staan die gewoon puur met het voetbal bezig was en het beste spel op de mat neerde. Ja, maar ik denk als je nu een trainer bijvoorbeeld, een buitenlandse trainer zou halen, ja, dat de Telegraaf morgen vanaf dag 1 weer een hele campagne opzet. Dus heeft dat dan zin? Dat vraag ik me ook af. Dus ik zou voor de rust is het misschien binnen de club, rondom de club, beter om John van het Schip te doen. Ja, ik zeg ook, ik heb er wel voetballend mijn twijfels over. Want de track record van John van het Schip is ook niet groot. Hè? Even los van de vreselijke privé-situatie waar hij zich nu in bevindt. Voor de mensen die dat niet weten, zijn vrouw is vorige week overleden. Ja.
Ja, dus ja, ik kan me voorstellen dat hij ook andere dingen aan zijn hoofd heeft dan Ajax trainen. Volgens mij heeft Ajax hem ook gevraagd, wat ik las in het AD zojuist. Ja. Maar dat zijn wel dingen waar je naar moet kijken. En, maar ja, Bart, jij zegt je moet de Telegraaf wel dan eigenlijk mee hebben. Maar eigenlijk het beste Ajax wat we de afgelopen 10 jaar hebben gezien, daar zat een trainer die de Telegraaf buiten de deur heeft gehouden. Ja, dat klopt. En dat kwam door de prestaties, Niel. Dat is natuurlijk heel duidelijk. Ja. Dat was een in elkaar. Maar ze hebben natuurlijk het eerste half jaar waren de prestaties niet naar. Dus die heeft ook echt de tijd gehad. En vervolgens is het gaan lopen natuurlijk. Nou, sterker nog, na het Champions League jaar heeft Ten Hag zelfs de Telegraaf-gala geskipt. Omdat hij klaar was met het poten zagen. Dus ja, wat dat er gaat, was het Ten Hag ook altijd al aan de gang. Alleen de publieke opinie kregen ze nooit mee, omdat Ten Hag bleef winnen. En liet het Ajax voetbal zien. Ja. Dus ja, wat dat dan gaat. Als je goed presteert, dan zingt die club wel een toontje lager. Geloof je daarin dat je daar misschien op moet wachten tot de winterstop? Stel dat Ten Hag nu 3 keer op rij verliest. Nee, Ten Hag gaat echt niet naar Ajax terugkomen. Nee? Nee, dat geloof ik nooit. Nee, die kan echt naar hele andere clubs dan Ajax. Ja, en los daarvan is het eigenlijk... Het was een heel sterk trio natuurlijk, hè, waar hij destijds mee samenwerkt. En die andere twee zijn ook vertrokken. Nee, ik denk dat... We hebben het net in de Pantelis podcast over gehad. Dat ze nu gewoon met John van der Schip even de rust pakken voor tot het eind van het seizoen. Ik denk dat John van der Schip ook niet ambieert om daarna nog trainer te worden. Misschien ook wel, maar ik verwacht van niet. En dat dan Alex Kroes straks als hij de scepter zwaait, een keuze gaat maken. Want ik denk dat die ook deels het technische beleid gaat doen voor een groot deel. Ja. En dan in mei heb je de beker gewonnen. Heb je nog Europees voetbal afgedwongen via een plek in de competitie. En dan kan je toch nog een beetje Ik hoop dat ze geleerd hebben van de situatie van Heitinga. Dat ze het niet prestatiegebonden doen, deze ad interim klus. En dat ze gewoon gaan kijken aan het eind van het seizoen. Hey, bedankt en tot ziens. Want ja, ik bedoel, kom op. Als jij van dit van tevoren van het seizoen had gezegd, John van het Schip wordt de trainer. Dat was niet zo gek geweest als Stijn. Nee. Maar daar had ook heel veel mensen gedacht van, wat gaan we nu doen? Ja. Dus John van der Schip is geen trainer voor de lange termijn. Je moet kijken wie goed is met Van Gaal en met Danny Blind. Ja, maar dat is wel dat is ook wel de angst die ik heb. Dat Van Gaal is natuurlijk Frans een hoek op technisch vlak. Maar de Jonker. Andere Jonker. Hij zoekt al allemaal mensen om zich. Nou ja, dat naam van Albert Stuyvenberg viel vandaag. Ja. Ja, dat zit natuurlijk ook in diezelfde contraille. En wij zaten al te grap op de app, Kevin en ik. Dan zal Marcel Bout wel scouting worden. En dan zal Max Rekkers de videoanalist worden. Ja. Dus ja, nee, Van Gaal staat erom bekend om in zijn eigen kliek mensen te halen. En dat hoeft ook niet per se verkeerd te zijn. Maar ja, kijk dan gewoon naar kwaliteit, zou ik zeggen. Ja, is ook zo. Ja, wat is Albert Stuyvenberg dan degene die nu als hoofdtrainer dit gaat doen? Die is natuurlijk vooral heel goed als assistenttrainer altijd geweest. Ja. Gaat hij nu deze groep die helemaal in het putje zit, gaat hij die er dan als hoofdtrainer uittrekken? Ja, onze Feyenoorder loopt weg, hoor. Oh. Die heeft breaking news. Dus die is op zoek naar breaking news. Die kan het leedvermaak niet meer aan, denk ik. Oh. Nee, het leedvermaak, ja. Want dat is natuurlijk wel, om het een beetje af te ronden met jou, Bart. Dat is natuurlijk wel het meest pijnlijke, denk ik, voor jullie als Ajaxiden. Los van wat je... Dan heb je 90 minuten naar een veld gekeken waarvan je denkt, dit is een parodie op voetbal. En dan vervolgens begint het echte leedvermaak met online appgroepen, collega's, vrienden, die de hele dag je in de zeik lopen te nemen, toch? Ja, maar ja, goed, als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Ja. We zitten nou in een fase dat het een keer gebeurt. Ja, ik bedoel, laat iedereen. Wij zijn er ook altijd als eerste bij om Feyenoord een hak te zetten. Of PSV, of wat dat ook. En ze hebben er alle reden toe om te lachen. Want we staan ook zwaar voor lul. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen. En lachen is altijd nog beter dan dat ze echt medelijden met je gaan hebben, toch? Dat ze gaan zeggen dat je dat lijkt me ook. Ja. Dat lijkt me ook. Ik hoop in ieder geval dat we de komende 2 wedstrijden een beetje normaal eruit gaan komen. En niet dat het op het level vernederen wordt. Want dat zou ik wel heel pijnlijk vinden. Maar we gaan het meemaken. Zou het maar een vernedering kunnen laten worden? Zien. Zou het een zomaar vernedering kunnen worden tegen of Brighton of tegen PSV? Ja, als ik nu ga zeggen nee dan, en het wordt een vernedering, dan wordt dat mij... dan word je geslacht. Ja, dan wordt dat mij een jaar te dagen nog nagehouden. Nee, het was een vernedering. Ik bedoel, als je 3-0 in Eindhoven verliest, denk dat je dan niet mag klaren. Nee. Heel eerlijk. Jeetje, ja. Ja, het zijn tijden, jongens, hè, waar we zitten. Ja. Het is toch andere koek. Ja, het is pijnlijk. Zo is het ook. Ik wil je danken, Bart. En zoals al eerder gezegd, check de Pantelis podcast.
die direct na het ontslag van Mauri Steijn is opgenomen. Later vanavond online. Ja, absoluut. Kavinsky, Lars-Jes van Eijden, Bart Sanders. Heel goed, Niel. Dank je wel, Bart. Is goed. Groetjes, Bart. Succes. Yo. Hey, groetjes. Hoi. Broesie, zullen wij gaan afronden? Kom je nog even gezellig bij voor de mensen. Ze willen jouw dikke glimlach natuurlijk zien. Jouw leedvermaak. Ja, leedvermaak. Nee, maar dat valt wel mee. Ik heb vandaag in de podcast gezegd dat ik oprecht... ik moest wel lachen. Maar ik had wel oprecht mee, heb gelachen. Nee, maar dat is gewoon, ja... Ajax Feyenoord rivaliteit hoort erbij, toch? Ik bedoel... Ja, maar ik zei dat tegen Bart. Het is, ik heb liever dat je lacht dan dat je echt oprecht medelijden hebt. Ik had medelijden met Mauri Steijn. Dat meen ik echt. Ik denk dat het voor hem ook... fijner is dat hij nu klaar is. Het is bij Ajax absoluut geen succes geworden. Het had eigenlijk misschien nooit moeten gebeuren. Ik zag vandaag nog een tweetje met Michelin Tat, die zijn interview gaf, waarin hij vertelde dat hij Steijn had aangetrokken en dat hij zei van Steijn is niet iemand die naar anderen gaat wijzen. Ik denk dat Steijn ook, als hij terugkijkt op deze periode, teleurgesteld is in zichzelf en dat iedereen teleurgesteld is over dit avontuur. Ja, nou, je had het een paar minuten geleden ook even over de Steijn bij Sparta. Ja. Je zag daar gewoon een trainer die volledig in controle was. Die volledig meester was over de situatie. Precies. Over alles wat er speelde binnen de club. Over het voetbal wat er gespeeld werd. Over de groep die onder hem zat. En hij is hier gewoon vanaf seconde 1 door wat voor reden dan ook. En daar zal Michelin dat aan bijgedragen hebben. Daar zal commotie een machtsvacuum bovenin aan bijgedragen hebben. Maar hij is geen seconde meester geweest van de situatie. En hij heeft altijd alleen maar rare sprongen moeten ondernemen om überhaupt boven water te blijven. Kat in het nauw. Maar dit is toch gewoon precies wat Broes zegt. Dit is gewoon een niveautje, misschien wel 2 te hoog voor Steijn. Nou, prima. Iedereen had ja gezegd in zijn positie. Iedereen had ja gezegd, 100%. Financieel onafhankelijk nu. Ja, maar als hij die 3 miljoen meekrijgt, is dat wel lekker. Ik bedoel, ik heb vaak gekeken hoe het in mijn eigen contract zit. Maar 3 miljoen staat er echt niet in, hoor. Nee, nou, de helft van mij ook niet. Nee, helaas niet op Petersen. Nee, ik wil jullie danken, jongens. En ik wil eigenlijk vooral alle mensen in de YouTube-chat bedanken. Want het is wel altijd lekker. Ik werd ook op Twitter weer getagd in het bericht dat Van het Schip het dan ging doen. Ja. Dat we altijd eigenlijk met de mensen zo'n live-showtje maken. Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel vet. Alle namen die erin zijn getropt. Weet je ze allemaal nog? Bordelas, Graham Potter, Pascal Jansen, Dikke Advocaat, Kale en Kokkie. en het zijn allemaal geen slechte opties. Nee, maar ik hou wel van de YouTube-chat, man. En ik weet van Niel weet ik het sowieso. Voor jou is het de eerste keer echt zo'n YouTube-chat natuurlijk in een live show. Ja. Onze eerste de gasten natuurlijk bedanken. Kees Kwakman, Annie van der Meijden, Jordi Jamali. Thijs Zwageman. Robert Maaskant. Bart Sanders. Hebben we niemand gemist? Ja, dat weet je nooit. Dit vind ik altijd zo vervelend als je dit gaat doen. Normaal zit ik altijd op Niels oortje achter de schermen. Nog even alles door te roepen. En dan gaat hij beginnen aan die naam en dan denk ik, ik weet nu al dat je iemand gaat vergeten. Ik weet alle namen ook niet. Maar weet je wat het mooie is? Dat dit doet me denken aan dat Danny Blind werd ontslagen. Als bondscoach van Nederland zelf dan. Ja, zeker toen waar. Toen gingen we echt live. Dat was ander leven. Wanneer was dat? 2018 of zo? 16. Ja, dat is lang geleden. Het was mooi, jongens. Lieve kijkers, lieve luisteraars. Als je nog zit te kijken, abonneer even. Het is helemaal gratis. Doe je ons echt heel veel plezier mee. En als je dan kans wil maken op tickets van Ajax bijvoorbeeld tegen Brighton. Ja. Check dan even de FC Afkikken Daily van vandaag. Die staat ook gepind op ons kanaal, op ons YouTube kanaal. En als je daaronder in de comments reageert wat het favoriete moment van jou was van een Nederlander in Engelse dienst, dus bij een Engelse club, dan maak je kans op 3 tickets voor Ajax tegen Brighton. Dus niet Brighton-Ajax van komende donderdag. Maar van 9 november. Ajax tegen Brighton. Dan is het alweer een stukje beter op de rit. Nieuwe trainer. Dus en dat kan allemaal 3 punten opleveren. Dankzij de vrienden van thuiszorg.nl. En nog even wat luistertipjes. Al eerder genoemd, Pantelits podcast later vanavond online. Hè? De grote 3 van de Pantelits podcast. Die het direct nadat het bekend werd gemaakt even analyseerde voor ons. En niet vergeten, de nieuwe trainer van Ajax. Of hier wel de interim trainer. Een hele lange podcast opgenomen met Alex Pastoor. Toch? Het Wiegers met Huren. Of hebben die niet online? Nee, die staat niet online. Oh, hè? Maar wel met Arne Slot en Marino Pušić. Ja. Marino Pušić, die wilde ik pushen. Marino Pušić. Ik denk, hè, Hedwigs Maduro. Nee, je kan nog een podcast met Peets uit 2016 luisteren met Hedwigs Maduro. Podcast met Peets is de laatste weken vaak aangeraad. Ja. Het is nu tijd dat we gaan stoppen, jongens. Lieve luisteraars, lieve kijkers, ontzettend bedankt. Niel Peetsen, Nicky Bartus, ontzettend bedankt. Ajax, veel sterkte in de komende wedstrijden. En Hedwigs Maduro, veel succes. Chokran. Tjus. Thanks.